Dus die langzame noemen we bobbeling. Toen had hij die speedbobbeling verzonnen. Waarom is daar zoveel verwarring over? Kijk, die verwarring over is zo, dat die MC is jaloers. Ik zeg, het is real toch, ik praat alles nu. Die MC is gewoon jaloers op mij, dat was altijd zo ook. Oké, want hij dacht dat hij heeft mij gemaakt. Terwijl hij en iedereen heeft wobbelen leren kennen via mij. Want achter de schermen gebeuren een heleboel dingen zo. Snap je wat ik bedoel? Kijk, een heleboel onze artiesten, ja, we stressen alles. Daarom hebben we hoge bloeddruk. Of vorige keer met mijn hartinfarct. Ik weet niet of ik moet dit vertellen. Kijk wat is gebeurd. Hij had scheid aan mij. Want normaal, of bellen mij, geven mij die geld. Of stort je het terug bij Latin Village. Maar hij heeft niet gedaan. Hij heeft gehouden in zijn zak. Nee, mijn overleden oom, ja, die was ik moordje. En toen was ik little moordje. Ik had prostaatkanker geopereerd. Ja. Snap je? Waarom zeg ik het nu? Want ik wou niet, helemaal niet zeggen. Maar ik dacht, laat ik het zeggen. Dan kan die andere jongens zo inspireren om te gaan doen. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando, what's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, alright? Nando Lick. Yeah, what up, it's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hot, Keep It Banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. De podcast over motivatie, inspiratie. Ik heb heel vaak hele inspirerende legends ook in de building. En als je bij jezelf denkt van, hey, ik ken dit hele kanaal niet. Schaam je? Nou, no worries. Ga het kanaal volgen, subscribe, like, push it. Het is een kanaal met heel veel legendarische mensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Clarence Seedorf die ik hier heb gehad? Of de neef van Michael Jackson, TJ Jackson, die vertelt over alle highs en lows in zijn carrière. En natuurlijk heel veel Michael Jackson verhalen. Ik heb Mr. Vegas ook hier gehad van Hetza, you know it. Juist, die is ook hier geweest. En vele anderen uit binnen- en buitenland. En als je bij jezelf denkt, wie is mijn gast voor vandaag? Begin te liken, begin te subscriben. En binnenkort komt er ook iets waarbij ik nog meer exclusieve content voor je ga droppen. Maar daar later meer over. Vergeet niet te abonneren en te liken. De man die ik hier in de beelden heb, is een legend. Is een legend, zonder twijfel. Hij is de godfather van de speedy bobbling. Hij heeft een muziekstroming bedacht die later door allemaal grote producers en DJ's gebruikt is. Diplo, Hardwell, Chucky. En the list goes on. Er zijn nog vele andere namen. Afrojack, al deze guys hebben elementen van deze man in hun muziek gebruikt. Ik vind het belangrijk om hem zijn flowers te geven, zijn bloemen geven. Hij is hier. Hij gaat zijn hele verhaal vertellen. Hoe die aan de stijl is gekomen. Hoe die aan zijn naam is gekomen. Alle highs en lows in zijn carrière. De meest exclusieve interview ooit van DJ Moortje. Welkom, my brother. Hey, thank you. Was je dankie. Welkom. Je bent een man die niet veel interviews doet. Ja, dat weet ik. Je houdt er niet van. Ja. Maar je wilde deze jou, wel doen. Bij jou voel ik me wel goed. I love, man. Ik waardeer het. Def Rhymes, rest in peace, was ook iemand die niet hield van interviews. Ja. Hij zegt, hey, alleen bij jou. En ik ben blij dat hij het heeft gedaan, want we hebben uiteindelijk zijn verhaal echt kunnen vastleggen. Ja. Dat wil ik met jou ook doen. Ja. Je bent een legend. Ben je daar bewust van? Weet je, nee, ik ben niet bewust van. Maar kijk, als mensen tegenkomen, mensen zeggen me vaker dat. Snap je dan pas, je weet toch. Ja. Het gaat hier en dan gaat daar eruit. Ja. Snap je, want ik vind het gewoon. Kijk, DJ is hobby. Snap je wat ik bedoel? Ja. DJ was altijd hobby voor mij. Dus daarom, ja. En nu is het gewoon, als je ziet wat het is geworden. Ja. Het heeft de wereld overgenomen. De sound, de energy. Laten we naar het begin gaan van DJ Moortje. Laten we beginnen bij de naam Moortje. Waar is de naam DJ Moortje vandaan gekomen? Want je echte naam is Anthony. Ja, klopt. Dus hoe komt Anthony aan de naam DJ Moortje? Mijn overleden oom. Ja, die was Big Moortje. En toen, ik was 10 jaar of zo. En ik zag op zijn schoolschriften, Big Moortje. Oké, en toen was ik Little Moortje.
Snap je? Hij ging jou Little Moortje noemen. Ja, ook ja. De mensen van het dorp noemen Little Moortje, omdat ze kennen mij ook Big Moortje. En dit was op Curaçao? Ja, op Curaçao. En ja, zo ben ik begonnen met die naam Little Moortje, maar toen ik 12 was, had ik, ja, weet DJ, toen had ik, ja, die Moortje gebruikt zo. Ja, maar wilde je op je 12e gelijk al DJ worden? Hoe is dat gegaan? Ja, kijk, want ik houde altijd van muziek. Ik houde echt altijd van muziek. Altijd. Ja, die ding zit in mij. En ik ben blij. Dankjewel, God. Echt, ik ben blij. Waarom? Want ik kan alle soorten muziek mixen. Dit zeg ik al jaren. Ja. Snap je? Ik kan alle soorten muziek mixen. Ja. Je kan met de Chinese muziek nu komen. Ik zeg je, ja, geef me 2-3 uurtjes. Ik bestudeer het. Daarna kom ik een boom mixen voor jou. Snap je? Dus, word je mix specialist? Nee, echt. Ik zeg je eerlijk dat. Ik hoop dat ik nog veel jaren ga. Want ik heb een heleboel dingen wil ik doen. Snap je? Ja. Ik heb een heleboel dingen wil ik doen. Omdat. Kijk, net als die bachata muziek. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik ben de eerste DJ die begon die bachata mixen. Waarom? Want toen. Ik was een beetje. Ja. Boos. Waarom was ik boos? Ik dacht, hé, bachata, Dominicana, waarom geen een kan die ding niet mixen? Snap je? Mm-hmm. Oké, sinds toen ik begon die ding te mixen, niet iedereen, Janne Piet mix bachata. Zo is het met salsa, met dembow, met reggaeton. Ama Piano, zelf DJ van Ama Piano kwam een schouderklap geven. Ja. Snap je? Omdat je dat al... Alles mix ik echt. Perfect. Ik weet dat die tijden zijn veranderd. Snap je bedoel? En die tijden zijn veranderd. Die ene kant vind ik jammer. Ik vind het jammer, want ik denk aan de fans. Snap je? Kijk, deze programma is real talk. Dus daarom praat ik real nu. Snap je bedoel? Ja. Dus wat wil ik zeggen dat... Nee, zeg maar. Ga maar door. Ja, want ik had het een beetje kwijt. Oh ja. Ja, wat was mijn laatste woord, dan kom ik weer. Nee, Jos, dit is real talk. Ik wil gewoon vertellen, ik vind het jammer voor de fans. Het over de fans, weet je, de tijd is veranderd. Ja, ik weet het al. Kijk, ik vind het jammer voor die publiek van nu. Voor de fans en het publiek van nu. Niet ik praat over algemeen. Dus wij alle collega's. Oké, waarom ten eerste deze tijden... blijven alleen maar oude muziek horen in alle discotheken. Waarom? Snap je? Terwijl er is een heleboel nieuwe muziek dat ze kunnen pushen. Snap je bedoel? Maar toch blijven ze, die laatste 10 jaar, blijven ze nog steeds die originele dalen draaien. Je weet toch, al die oude dingen. Snap je bedoel? Terwijl ik bedoel, er is een heleboel nieuwe dingen. Push mijn mensen met die nieuwe dingen zo. Snap je bedoel? Want ja, sowieso, je kan die oude dingen draaien, sowieso. En daarom nu, die publiek is een beetje verpest. Snap je? Want je moet alleen maar die oude dingen draaien. Terwijl ik bedoel, ja, wanneer krijgen die nieuwe dingen een kans? Oké, waarom begin je over nieuwe dingen? Mumbatong muziek. Oké. Mumbatong muziek, dat is lekker. Dat is, ik noem het, babbeling in de nieuw jasje. Mumbatong noem ik babbeling in de nieuw jasje. Okay, net als Mumbatong. Ik heb een heleboel exclusieve Mumbatong. Dat ze hebben niet. Ja, tijdens draaien, ik probeer een beetje te pushen. Maar ik bedoel, ja. Iedereen moet die Mumbatong blijven pushen. Snap je? Want Mumbatong is een goede ding. Snap je? Ja. Maar jij bent de voorstander van, er moet meer nieuwe muziek gedraaid worden. Ja. Jij wilt, En ook samen gemixt met die oude. Ja. Snap je? Ik zal het net als je vertellen. Jaren geleden mix ik Ding Ding Ding, Sokopé, Boeken. Ja. Oké. Sinds toen ik had dat gedaan, iedereen mixt nog steeds diezelfde volgorde. Een keertje zat ik TV te kijken, die carnaval van Curaçao. Mm-hmm. Ja hoor, die jongen die draaide, ik bedoel op die dinges. Mm-hmm. Ik weet zijn naam alles, maar ik zeg geen naam. Oké, die draaide dezelfde volgorde. Ik dacht, Jezus, voorzien iets anders toch.
Snap je? Iedereen draait dezelfde. No? Snap je? Kijk, ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Want vroeger, wij allemaal, je ziet die mensen genieten echt. Van die, je weet toch, nieuwe dingen komen. Ja. Snap je? Het was toen met die hip-hop. Heleboel van die Amerikaanse dingen komen. Snap je? Nu al jaren, misschien 20 jaar al, sinds de box is weg. Ja. Hoor je geen Amerikaanse dingen. Ook niet op de radio. Ja. Snap je? Ja, bij jullie hebben jullie een speciale programma voor die nieuwe hip-hop dingen. Ja. Snap je? That's it. Ja. Maar normaal, ik vind het raar, ik vind het raar. Ja, maar het is goed om het bespreekbaar te maken. En ik vind het ook altijd belangrijk om mensen te prikkelen met nieuwe muziek. Weet je? Nieuwe muziek. Zo heb ik die Nando Leaks exclusive bedacht van elke week zo'n playlist op Spotify heb ik altijd, elke week ga ik hem updaten, zodat mensen ook die nieuwe muziek krijgen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich fijn en vertrouwd voelen met die songs die ze kennen, want het is vertrouwd. Ze vinden het catchy. Maar ik vind het interessant dat jij als godvader van de Speedy Bobbeling, iemand die al heel lang in het vak zit, volgend jaar 50 jaar, dat jij nog steeds bent van nieuwe dingen, nieuwe dingen. Dus, nieuwe dingen. Ja, maar waar komt die honger vandaan om jezelf elke keer weer opnieuw te bewijzen? Of te, weet je wat is? Kijk, toen die Bobbeling was een beetje dood gegaan, het was 94 of zo. En toen kwam die bubble in battle. Oké, ik ging ook mee. Altijd, ik ga mee met de tijd. Snap je? Altijd. Dus daarom ben ik echt up-to-date in Amapiano, in Mumatong, in Bachata. Al die dingen ben ik vet up-to-date. Ja. Snap je? Ik ben iedere dag aan het downloaden. Iedere dag, 8 uur lang. Iedere dag ga ik 5 uur s'nachts slapen. Mm-hmm. Dus overdag downloaden niet. 12 uur kijk ik, als er niks op de deed, begin ik te downloaden. Tot 5 uur, 6 uur. Dus het praat over iedere dag. Mijn naasten weten het. Zijn woorden. Wow. Dus, dedicated. Ja, man. Ik zeg je eerlijk. Ja. Ik zeg je eerlijk. Want ik wil even die tijdlijn. Zometeen wil ik van je weten van hoe Bobbeling is ontstaan in die drie fases. Ja. Maar ik wil even die periode van Curaçao nog pakken. Ja, je bent geboren in Nederland? Ja, ik ben geboren in Nederland. Ja. En opgegroeid op Curaçao. Oké. Ja. En waar ben je in Nederland geboren? Ik ben geboren in Gorle, Tilburg, Nederland. Oké. En toen mijn ouders gingen scheiden. En toen mijn moeder nam me mee naar Curaçao, toen was ze 5 jaar. Mm-hmm. En mijn vader ging terug naar Suriname. Want mijn vader is Suriname, snap je? Mm-hmm. En na 20 jaar dat ik op Curaçao woon, met 25 ben ik gekomen naar Nederland. Oké. En hoe was je contact met je vader? Heb je hem ooit nog gesproken, gezien? Ja, we hadden wel goede contact. En toen ik Drake was, je weet dat Drake soms, je vergeet sommige dingen. Ja. Zijn we doen, maar alles was wel goed. Want hoe zag je hem? Want vloog hij af en toe van Suriname naar Curaçao om je op te zoeken? Hoe zag je dat? Want via bellen. Dus je belde veel met hem? Ja. Maar je zag hem niet veel? Nee, zag niet via bellen. Als ik naar Suriname ging, ik ging voor de eerste Suriname. Zo, ik zal het zeggen, iedereen zegt ja. One People. Oké. Die film. Ja. Toen die tijd was ik 12, ik weet het nog. Ja. Ik ging naar Suriname bij mijn vader even groeten, zo, snap je? Hoe was dat? Hoe was het in die tijd? Wat is je... In die tijd was goed. In die tijd was leuk. En see, ik moest lager op. Waarom lag ik? Ik weet het nog wel. Mijn vader had zo'n pistool, maar van die buks, toch? De luchtbuksdinges. Ja. Oké, maar je kan wel vogels doodmaken of iets. Oké. Ja. Maar ik zat in zijn tuin, ik was 12 nog. Ik had die ding gepakt. Ik schiette op de blikker nog zo. Ineens na een uur kwamen buren van ver. Ze kwamen, ik had hun raam kapot gemaakt. Ik dacht, shit. Ja, het was, snap je dat? Maar ja, dat zijn die. En toen kreeg ik klappen. Nee. Gelukkig kreeg ik klappen. Maar in die periode, want je was 12, op je 12e begon je te interesseren voor muziek. Ja.
Welke liedjes luister je toe? Welke liedjes inspireren je? Ja. En als je dacht van, hey, dit is tof, dit wil ik ook doen. Dit vind okay. ik. Oké, okay, toen, ja, voor die 12 was altijd met die Bob Marley. Mm-hmm. En ook die 70 muziek. Dus dan krijg je Hotel California, PG's, Barry White. Al die dingen heb ik ook op stick om te draaien. Ja. Snap je wat? Die kreeg je mee vanuit je moeder die het draaide of je vader? Ja, nee, ja, nou, mijn moeder. Mijn moeder die draaide al die muziek. Ja, want ik was op Curaçao. Ja, ja. Dus mijn moeder draaide die muziek en ook die Antilliaanse muziek. Oké. Okay. Dus je hebt alles meegekregen. Ja. Wel bijzonder. En je ging dus naar je vader op je 12e. Mm. En toen ging je weer terug naar Curaçao. En toen hoe ging je carrière pakken? Wie leerde jou mixen? Nee, mixen. Kijk, mixen, niemand had me geleerd mixen. Ik zeg, mixen, niemand heeft me geleerd. Het was zo dat, het was toen, had ik goed denken. Want het is real talk nou, dus ik moet alles goed eerlijk zeggen. Het was zo, er was een jong man in Curaçao bij Santa Elena. Volgens mij heet hij. Ja, DJ Frank Dahl. Ja, DJ Frank Dahl. Het was Antilliaan. Oké, maar hij was bezig met die bandjes te mixen met house. Want ik begon ook met die bandjes, maar op dat moment met 12 begon niet te mixen. Mm. Dus ik was gewoon een liedje stop, een liedje begin. Zo begon ik mijn bandjes overkopen. Yeah. En toen bleef ik die house. Luisteren. Ik dacht, hey, die ding gaat wel lekker. Snap je wat ik bedoel? Ja. En toen had ik, ja, ik zelf bleef proberen. Want ja, je probeert, want soms krijg je met die, ja, je kan je praten over BPM. Mm-hmm. Want vroeger, je wist niet over BPM. Snap je? Dus iedere keer, stel je pakt deze, je test het. Nee, die gaat langzaam. Dan ga je snel testen. Nee, die gaat langzaam. Ga je snel. Dus je blijft hele tijd testen, totdat je hebt eentje die ding is. Omdat, kijk, vroeger kan het. Omdat vroeger draaien die liedjes 3 minuten lang. Ja. 3,5 minuten lang. Snap je? Dus je hebt alle tijd om te blijven dingen zo. Maar ja, tegenwoordig is, je weet toch, kort 1 minuut. Ja. Ik doe het 20 seconden dus. Wauw. Ieder 20 seconden een track. Gewoon, en dan gooi je weer andere in. Ja. Maar je laat mensen niet zien. Ja. Ik heb het op beeld toch. Ja. Bij Papi Chula had ik het gedaan toch. Ja. Ik had, kijk, alle DJ's kunnen 30, hooguit 40 liedjes mixen in half uurtje. Snap en Moortje, wat doet Moortje? Hoe komt Moortje? Ik had 100 liedjes gemixt in half uurtje. Die beeld het alles op de. Ik dacht dat je had het gezien. Bij Papi Chula nog. Wauw, we gaan terugkijken man. Ja, ja. Maar moet jij niet in de Guinness Book of World Records? Moeten we jou niet in de, daar? Een vriend van mij heeft dingen gestuurd. Snap je? Maar ja, die heeft geen reactie. Ik dacht, ja, weer zo'n boycott. Snap je? Bedoel, maar ik zeg je eerlijk. Maar goed. Kijk, ik wil echt. Nee, ik wil. Dus echt, je moet het zien, even. Ja. Ik dacht dat je had het gezien. Nee, die 100 mix heb ik niet gezien. Ik ga het echt terugkijken. Ja, oké. Ja. Ik wil iets afspreken met jou. Ja. Regel een keertje dat ik kom draaien voor jou. Ja. Dan mix ik 200 liedjes in een uur. 200 liedjes in een uur? Ja. Echt. Hé. Hey, dat is een uitdaging voor mijzelf. Wauw. Snap je? Oké, we gaan. Alle jongens kunnen 80 of zo, snap je? Ja. Ja. Vergeet niet. Oké, beloof is beloofd. Ik beloof het, real talk. We gaan kijken of deze man zijn eigen record gaan verbreken. Ja. 200 liedjes in een uur. Ja, in een uur. 200 liedjes in een uur. Zo, Nando Leaks exclusive. Het kost, als je me, stel voor je, zeg maar over 3 maanden. Ja. Dan doe je mijn huiswerk in die 3 maanden. Dan kom ik bam, 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 bam. Wauw. Hey, legendary bro. Nee, maar ik dank God iedere dag. Kijk, ja, je kan mij danken, maar ik dank God. Ja. Want zonder God was ik niet zo. Maar ben je altijd gelovig geweest? Ja, altijd. Ja? Ja, geen naar de kerk of dat soort dingen? Ja, alles. Oké. Okay. Bidden ook iedere dag. Oh, wauw. Ja. Nog steeds. Wauw. En iedereen heeft over bobbeling. Neem ons mee naar het begin van bobbeling. Van, weet je, van het begon.
En jouw rol erin, dit hele verhaal willen weten. We moeten beginnen, het was bij Curaçao. Oké, bij Curaçao was 86. Er was een discotheek, die heet The Sound. Toen begon ik daar te draaien. Maar wat gebeurt die man? Die draaien. Dus ik draaide, door de week draaide ik die 70s en 80s. Ja. Dus Hotel California enzovoorts, al die dingen. En in de weekend draai ik die Jamaicaanse muziek. Maar die Jamaicaanse muziek, hij ging naar Jamaica het halen. Kom, snap je? En zo kwam die muziek. Dus via de sound begonnen met die Jamaicaanse muziek. Dus ik was de enige die tijd besteed aan de Jamaicaanse muziek. Snap je? En het was Robert op. No. Dat was toen met Yellow Man, Little Terosi en die Lovendeer, Don Bendon. Er is een heleboel Papa San. En heleboel, Want the Police Can Do. Want the Show What Police Can Do. Oké, toen die tijd was master. Toen begonnen de pushen, ineens, die mensen begonnen te volgen. En ook met die bandjes, want eerst met die bandjes, begonnen met die bandjes, ook 86, 87, 86, bandje 1. Dus we begonnen met bandje 1, bandje 2, bandje 3. Zo bleven met die bandjes. Tot 88, op Curaçao had die bandje 45, dus van 1 tot 45. En toen ik had geëmigreerd, ben ik verder in Nederland gaan met 46, 47 en zo gingen we verder omhoog. En waarom kwam je naar Nederland? Want je was hier op Curaçao aan het draaien. Waarom dacht je één? Nee, kijk, op Curaçao, ten eerste, sinds klein wou ik naar Nederland. Ja? Ik zeg je eerlijk, sinds waarom? Klein wou ik naar Nederland. En ja, je weet toch, ieder moeder heeft, je weet toch, een beetje met zijn kind, toch? Snap je? Dus toen ik klein was, stel je voor, mijn moeder is even boos op mij. Ik zeg, mijn lieve, dat je had me naar Nederland gelaten. Maar wel, mijn moeder was boos. Snap je? Vet boos. Waarom? Kijk, ik, sowieso nu, ik kan niet zeggen, omdat mijn moeder heeft heleboel moeite gedaan om mij daar te krijgen. No. Want vroeger was, mijn moeder moet 2-3 keer vliegen voor wel die papier te regelen. Goede papier en je weet hoe die dingen gaan. Snap je, het was, je weet, het was jaren 68. Toen was ik 5. Ja. Snap je, en toen mijn moeder nam me mee. Toen was die papier niet goed, toen moest mijn moeder terug. Papier halen dus. Dus mijn moeder had heleboel moeite gedaan. Het was niet net als die laatste 40 jaar, iedereen kwam snel, hoef geen papier, niks. Ja. Maar toen was het erg. Sinds toen dacht ik, mijn lief had ik in Nederland gebleven, bla bla. Maar altijd wou ik komen van Nederland. Oké, nu komen we terug. Ik draaide bij 5 dagen in de week, draai ik op Curaçao de Zoon. Oké. Toen hoor ik, een vriend van mij had me gezegd, die prijs van Nederland. Die prijs van draaien van Nederland. Ik dacht, wat? Dus toen ik die prijs hoorde, je gaat schrikken. Ik draaide 5 dagen in een week. Ja. Oké. Die prijs van Nederland was al die 5 dagen. Dus diezelfde bedrag kreeg ik op 1 avond in Nederland. Oh, wow. Snap je? Daarom ben ik hier gekomen, snel. Maar ongeveer, hoeveel geld verdien je dan in Curaçao dan? Is het... Nee, Curaçao was is altijd minder. Curaçao is altijd minder. Toen was het, je kan zeggen, 50 gulden per dag. Per dag? En in Nederland was het gewoon gelijk 250 euro? In Nederland euro. Krijg je gewoon 250 euro minimaal voor een avond, snap je? Wauw, dus jij dacht, ik ga gelijk terug. Ja, ja. En hoe oud was je toen je weer terugkwam naar Nederland? 25. 25? Ja, dus jij dacht, hey, I'm gonna go back. Was het. Ja, dus in 1988 kwam je terug naar Nederland. Ja. En toen ging je verder met de bandjes. Want de bandjes zijn, voor de mensen die luisteren en kijken, de bandjes waren de mixtapes. Ja. Waarop je als DJ gewoon je mixsessies in elkaar zette. Ja, ja. En ook dat ik, kijk,
hoe kan ik zeggen, op Curaçao was, het was weer op het op. Mm-hmm. En het was ook toen met die kassaftijd nog. Die kassaf, zo kan ze zich mee, niet komen mee. Ja. Al die dingen mix ik. Dus ik kwam naar Nederland, vet, je weet toch, de nootje power. Samen, ja, niemand kan tegen mij. Ik kwam naar Nederland, ik ging 88, ik ging snuffelen nog. Ik noem het snuffelen. Ja. Ik ging discotheek hier, discotheek daar. Ik dacht, ah, ze kunnen niet mixen. Snap je? Alleen die hip-hop jongens waren mixen. Er waren een heleboel hip-hop DJ. Alleen, maar in die andere, ze konden geen meringen mixen. Ze konden geen die andere dingen mixen. Kassaf mixen. Nee, van die dingen. Ik dacht, yes. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik ga beginnen. Ik draaide daar. Dus ik benade je. Je hebt een discotheek. Ik zeg, ja. Ik ben goed, je gelooft niet. Ik zeg, oké, ik draai gratis voor jou vanavond. Oké, vanzelf. Ik weet dat ik krijg meer optreden, want je bent verkocht. Zeg, maar je ging dus bij die discotheeks dus gewoon zeg van, hey, ik ben DJ Moortje, ik kom van de Antillen. Ik kan draaien. Als je me niet gelooft, ik ga vanavond voor je draaien. Ja, gratis. Ja. En als je het tof vindt. Ja, zo ging je gewoon alle clubs benaderen. Ja, ja, dat was kijk, omdat... Kijk, die vriend van mij, Fanchi, die vriend van mij, die was eerder dan mij in Nederland gekomen. Ja. Oké. Okay. En toen zou die kijken voor mij. Toen, het was in Den Haag. Toen zei hij tegen mij, ja kom, we hebben vulkanen voor jou. Ja. Oké, okay. Ik ben gegaan en ik ben in Nederland gekomen. Ik kon gelijk werk vinden. Krijgen van hun. Maar er was één tegenslag. De Sound, Curaçao, kochten al die platen. Snap je? Ja. In Nederland moest ik zelf die platen kopen. Ja. Begrijp je? Oké. Okay. En toen had hij gezegd, oké, ik kom weer terug. Toen had ik, je weet toch, had ik... anderhalf jaar gespaard, beetje platen kopen, bla. Ja. En zo ben ik verder gaan klimmen. Maar ik had het wel, alles ging snel. Alles ging snel en ik wist niet wat ik meemaakte. Snap je bedoel? En ja, het was dingen zo. Het was gekkenhuis. Ja. Het was gekkenhuis. Ik kon niet normaal lopen, al die dingen met foto's. Ik praat over die echte babbeling. Kijk, babbeling is drie categorie. Snap je? Nu is de vierde, maar zometeen vertel ik waarom is de vierde. Babbeling is drie categorie. Oké. Okay. Die naam babbeling, het is die jaren hadden ze het, die stijl veranderd. En dat vind ik niet leuk. Kijk, babbeling is dancehall. Oké, okay, vroeger, ze wisten niet die man naam dancehall. Ze hadden het babbeling genoemd. Snap je? Dus die langzame noemen we babbeling. Toen had ik die speedy babbeling verzonnen. Oké, okay, met die speedy babbeling had ik mijn eigen naam verzonnen. Ik had mijn eigen naam verzonnen. Ik had gezegd, Moortje Mickey Mouse style. Okay. Oh, je noemt het Mickey Mouse style? Ja, zo. Ja. Oké, okay, toen begon ik merkte dat het is een beetje lang. En mensen, snap je bedoel? En toen, omdat die mensen wisten die naam babbeling. En deze gaat snel. Dus één van één, speedy babbeling. Ah. Snap je wat? Je noemde eerst Mickey Mouse, omdat de stemmetjes klonken als Mickey Mouse. Ja, zo versneld. Ja. Maar hoe deed je dat voor de mensen die het technisch willen weten? Je had een draaitafel en je ging het... Hoe heb je bedacht? Hoe heb je die stijl bedacht, babbeling? Oké, nee. Speedy babbeling. Die speedy babbeling was zo. Zo, we kunnen wel lang praten. Ja, toch? Real talk, man. Ja, toch? Nee, kijk. Die ding was zo. Toen die babbeling kwam... Omdat ik kwam met de connectie van Curaçao met Jim Jamaicans, van de Sound, alles. Dus toen die eerste platen kwamen, was 1990. Dus ik kreeg die platen. Dus in Nederland, dus ik alleen had die platen. Ja. Oké. Okay. Jamaicanen hadden die platen. En als je ging met Jamaicanen om, had je die platen. Ja. Maar voor de rest, niemand had die platen. Oké, okay, dus... Die ding bleef underground. Ja. Die bleef underground. En toen begon ik overal te draaien. Ik werd steeds meer geboekt. Oké, okay, ik praat over... Ik had een voorsprongman van zeker
2-3 jaar zo. Ja. Snap je? Oké, en toen ik draaide een jaar, maar op een gegeven moment werd het te eentonig voor mij. Was de sound? Ja, het werd te eentonig. Ja. Die pitjes helemaal hoog, want het bleef dingen te eentonig. Ja. Oké, en toen dacht ik, je kan er ook om 45 toeren, die LP's. Ja. En toen ging het snel. Oké, maar eerst had ik een andere truc. Die andere truc was zo. Want die 45 toeren kwam als laatste. Ja. Oké. Die truc was ook. Die set was sowieso intonig, toch? Ja. Oké. Dus, wat deed ik? Je pakt de schroeven draaien. Nee. Ja. Weet je, ik hoop dat je kan goed knippen, alles. Oké, want ineens ging die ding uit mijn hoofd. Ja. Toen je zei schroeven draaien, ja. Dat wil je vertellen. Kijk, dus die ding werd intonig. En toen, andere vriend van mij deed Mixie en Skinny Scotty van daarna. Mixie, knussel met draaitafel, cassette dek. Ja. Dus hij zei tegen mijn motje, er is nog een pitch. Ik zeg, er is nog een pitch. Doe die technisch open, dan zie je die pitch. Oké, dus ik had die technisch open gemaakt. Hij zei, ja, zie je, dit is die pitch. Er staat pitch erop. Dus iedereen nu die niet gelooft, je pakt een technisch, je maakt het open, je ziet die blauwe knop, je ziet de pitch erop, je kan het draaien met die schroeven draaien. Oké, maar toen, mijn BPM ging sneller. Oké, ik blijf draaien. Na een paar maanden, omdat ik veel draaide toen. Soms 3 keer op een avond toen. Dus ik draaien. Maar daarna, die portie werd ook intonig voor mij. Ja. Omdat overal, iedere, je weet toch, er was grote vakantie, dat ik draaide iedere dag. Ja. Snap je? Wauw. Toen. En toen had je die, dat was de speedy bobbeling, toch? Nee, we zijn nog steeds op de rustige. Oké. We zijn nog steeds op de rustige. Oké, dus die rustige is 2 keer intonig geworden. Ja. Oké, ook met die pitch en de dinges. Ja. Oké, maar toen wist ik dat als je een plaat op 45 toeren draait, gaat het sneller. Ja. Oké, dus ik dacht, ja, laat ik die beat gaan proberen. Oké, ik had die beat geprobeerd. Je moet wennen nog. Je probeert het. Je begint eerst bij 120 bpm. Daarna ga je bij 126. Dat was een goede ding. Zijn we oké. Dus je probeert het. Maar ja. Je gaat weekend draaien, maar je draait er niet. Ja. Je draait er niet. Want het is nieuw nog. Oké. Maar ik blijf 3 maanden lang thuis. Mijzelf te pompen met die beat. Ja. Blijven pompen met die beat. Oké, toen draaide ik een keertje in Amsterdam bij Club Chic. Club Chic, Rozengracht, tegenover die discotheek Mazo. Je kent die discotheek, die naam Mazo. Ja. Mazo, dat was een house discotheek van vroeger. Ja. Oké. Toen draaide ik bij Chic. Ik was een beetje aangeschoten. Ik dacht, yes! Ja. Je weet toch, aangeschoten, daar heb je meer. Je weet toch? Ja. Oké, dus ik dacht, laat ik het proberen nu. Ik draai 1, 2. Dus ik draai deze en deze. Deze is die trianload instrumentaal. Ja. Deze is die merge load instrumentaal. Snap je, draaide ik. Oké. Daarna, stel je voor, als er was 100 mensen te dansen. Ja. Oké, 30 ging eraf. Maar 70 blijft wel dansen. Toen dacht je. Toen dacht ik, hey. Oké. Die volgende week had ik het weer gedaan. Maar ik had het, kijk, ik draaide in de weekend bij Chic Amsterdam. Maar door de week, donderdag, iedere donderdag draai ik bij Vulcano Den Haag.
Ja. Snap je? Oké, maar bij Volcano had ik het niet gedaan. Bij Chic had ik het gedaan. Oké, toen de tweede keer had ik gedraaid bij Chic. Ik zag dat ze gingen weer. Ja. En toen, voor de discotheek, was afgelopen. Ze kwamen vragen, ja, ze willen weer die gekke beat horen. No. Oh, die beat, ja. Ja, ik zei, oké, draai die gekke beat. Oké, en toen had ik ook later had ik het overal gedraaid. Maar ik moest die mensen een beetje geven, toch? Ja, is een beetje, ja. Ja, zelfde dat ik moest wennen met die beat. Snap je? En zo liet ik ze wennen met die beat. En welke bobbelingstijl was dat die wij kennen van... Is dat die speedy bobbeling. Ja. Ja, speedy bobbeling. En dat deed je op bandje nummer... want hier komt... Pester komt ergens hier, ja, toch? Aan ja, speedy bobbeling had ik bandje 47 gedaan. Ja. Op speedy bobbeling had ik volgens mij bandje 56 ook gedaan. Ja. Snap je? Maar op bandje 48 had ik geen speedy bobbeling gedaan. Ja, want als ik... Want het was net nieuw. Het was een andere stijl. Want je weet ongeveer, snap je, die MC, begrijpen we door? Ja, ja, want zeg maar, ik had een keertje een interview van jullie gezien en die werd heel snel beëindigd omdat jullie discussie krijgen. Ja. Alleen op een simpele feit, ja. Wanneer is bobbeling ontstaan? Ja. Waarom is daar zoveel verwarring over? Nee, kijk, die verwarring over is zo, dat die MC is jaloers. Ik zeg, het is real toch, ik praat alles nu. Die MC is gewoon jaloers op mij, dat was altijd zo ook. Oké, want hij dacht dat hij heeft mij gemaakt. Terwijl hij en iedereen heeft bobbeling leren kennen via mij. Snap je, alleen maar die Jamaicanen gaan wisten van die bobbeling. Of je moest gaan omgaan met de Jamaican. Oké, toen die bobbeling hot was, ik had helemaal geen concurrent. Helemaal geen concurrent. Ik had alleen... Ik was gewoon sneaky. Ik laat die man weten dat ik Jamaicaans van Jamaica krijg. Oké, en toen beetje bij beetje, Boeddhist Amsterdam kreeg die platen. Boeddhist begon ze te krijgen, volgens mij 93. Snap je door? Die platen. Oké, dus, toen kreeg je van Jamaica en stiekem ging je ook naar Boeddhist. Oké, dus, ik ga het bij Boeddhist ook kopen, maar op een gegeven moment, vanzelf begonnen een paar jongens die helpen me dragen met platen. Snap je door? Die had ook geleerd op dat moment. Sambodol, maar ja, voor mij maakt niet uit. Kijk, iedereen kan leren wat hij doet. Kijk, ik reageer wanneer je leert van mij en je eten vergeten. Je leert van mij en je eten vergeten en later kom je stoer doen tegen mijzelf. Sambodol, dus daarom begrijp ik, zeg ik deze dingen. Maar merk je dat veel, dat zeg maar, dat er veel, dat er weinig respect is? Ja. Ja. En wat vind je daarvan, hè? Ja, kijk. Ik trek me niks aan. De eerste. Ik trek me niks aan. Ik had zelf gehoord dat ze zeiden, ja, wanneer gooi je die handdoek in de ring? Ik ben opa, bla, 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 bla. Oh, dat zeggen ze over jou, dus je... Ja, een heleboel dingen. Snap je wat ik bedoel? En ik zeg, ja, van een oude vies moet je leren. En ik draai nog steeds. Dus van een oude vies moet je blijven leren. Snap je? Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Echt, het is echt... Die scene is een motherfucker scene. Ja. Snap je? Heb je wel eens over gedacht van... Later niet en dat is niet leuk. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Niet leuk voor het publiek. Want achter de schermen gebeuren een heleboel dingen zo. Snap je wat ik bedoel? Kijk, een heleboel onze artiesten... Ja, we stressen alles. Daarom hebben we hoge bloeddruk. Of vorige keer met mijn hartinfarct. Snap je wat door dit? Had je hartinfarct? Ja, ik had ook hartinfarct. Ja, kijk, 2015 had ik mijn aorta, toen wist je toch. Mm-hmm. Toen was overal in Phoenix ook. Oké, hartinfarct was 2 jaar geleden. Hartinfarct, ja. Hoe kwam dat dan? Door die aorta van... Nee. Oké. Aan de dokter zei dat door die stress en dingen zo. Snap je, kijk, hoe kan ik zeggen dat? Kijk. Vroeger, ik zelf was manager. Ik zelf had mezelf omhoog gebracht, alles. Oké. Toen die technologie kwam, ik baalde, want ik had de technologie. Nog steeds had ik technologie. Sabi? Waarom? Technologie is niet voor mij. Snap je? Waarom? Want kijk, wanneer ik rustig zit op de bank tv te kijken,
Dan pas moet je met de technologie en e-mail lezen en alles. Zijn we doen? En nee. Ik wil gewoon rust. Oké, daarom had ik toen ook een manager geregeld. Maar ja, die verhaal was, weet je, heeft me ook opgelikt. Oh. Maar laat het ook. Ja. Oh, wauw. Vet opgelikt. Veel geld? Ja. Ja, Ludwig. Okay. Ludwig heeft me vet opgelikt. Was het veel geld? Hoe merkte je dat? In die 5 jaar sowieso tussen 20 en 30.000. Sowieso. Hoe kwam je erachter dan? Ja, kijk, ik kwam erachter. Ik kwam heel raar achter. Waarom kwam ik achter? Kijk, altijd had ik zo'n gevoel. Ik had het gevoel, kijk, toen met mijn aorten, toen ik ziek was. Mm-hmm. Oké, mijn moeder is gekomen vanuit Curaçao. Mijn moeder zag al dat hij was slecht. Oké, maar ik stak mijn handen in de vuur voor hem. Zijn bedoel? Oké, dus wat gebeurt? Mijn moeder wou in de boekhouden zien of al die dingen, begrijp je bedoel? En toen, ze bleef kantje draaien. Snap je bedoel? Puntje bij baadje hadden we niks gezien. Oké, mijn moeder ging terug. Maar mijn moeder zei, ja, hij is niet goed, hij moet gelijk kappen. Ik zeg, mam, ik weet, ik had altijd een gevoel dat me oplicht. Maar in Nederland moet je bewijs hebben. En die bewijs heb ik nog steeds niet. Oké. 3 jaar daarna heb ik eindelijk bewijs gekregen. Oké, die bewijs was zo nog. Dat, stellen voor, deze jaar had ik gedraaid. Vorige jaar had ik gedraaid bij een festival. Oké. Die festival ging niet goed. Die festival ging slecht. Oké. Toen de festival zei ik tegen hem, ja, het gaat snel, we moeten even wachten. Oké. Maar tussen die even wachten, ik bleef vragen, misschien na 3 maanden zeggen, hey, had je wat gehoord? Dan zei ze, man, had je wat gehoord? Nee, altijd heeft niks gehoord. Boom. Dit jaar, diezelfde festival had me weer geboekt. Dus ik zeg Ludwig, hey, van Waka, hoe kan je me boeken, terwijl vorig jaar moet hij nog betalen? Ja. Oké. Kijk hoe die zijn. Ja, die man gaat nu beide betalen. Zo zei hij tegen mij. Die man gaat nu beide betalen. Oké. Ik ging mijn werk doen. Ik ging draaien. Toen, gelukkig had ik die nummer genomen van die man. Want ik was al bezig. Ik wou afstand nemen nog van hem. Snap je? Want ik wist dat. Reken niet met mijn connectie. Dus stel je voor, jij bent een producer, je wil met mij werken. Oké, ik kom samen met Ludwig, met hem. Ja. We gaan praten. Als ik weg ga, achter mijn rug, in al die 2-3 maanden, komt hij met andere mensen bij jou. Wow. Snap je? Ja. Oké, laten we komen, hoe kwam ik achter? Oké, dus ik had mijn werk gedaan, ik had gedraaid dit jaar. Dus ja, ik moet 2 salaris krijgen toch? Oké, dus ik bel en zeg, ja, hadden ze betaald? Ik kreeg 1 salaris. Ik zeg, hey, waar is die andere salaris? Ja. Hij zei tegen mij, ja, die man is nu met vakantie, bla bla bla. Oké. Ik heb die man zijn nummer. Ja. Ik had gelijk gebeld. Zeg die man, luister nog, zo. Die man zei tegen mij, moordje, we hadden die ding al 9 maanden geleden betaald. Oh, wauw. Heftig. Oké. 9 maanden geleden hadden ze dat betaald. Oké. Dus, ik was kwaad. Ik bel gelijk. Ik zei, luister nou. Ik had die mensen gebeld. Ze hadden zelf die slip gestuurd. Snap je? Dus ik heb die bewijs nog steeds in mijn telefoon. Snap je? Oké. Dus ze hadden die slip gestuurd. Ik bel hem en zeg, ja. Ze hadden sinds september aan betaald. Terwijl ik die ding was in... Precies dat niet, gewoon met zo'n, gewoon in de zomer. Ja. Dus hij doet net als, laat ik het checken. Daarna belt hij terug. Hij zei, ja klopt. Ik zeg, luister, het klopt vanaf het begin. Je hoeft niks te gaan checken, want ik weet altijd, als je geld binnenkomt, je krijgt gelijk een melding. Oké. Toen had ik hem gezegd, ja, ik kap ermee. Maar,
Maar zogenaamd heeft hij me niet goed verstaan, toch? Hij blijft zeggen, je kan dingen doen, dat. Ik zei, nee, ik wil niet meer met jou, dit en dat. We kappen ermee. Oké, en toen had ik niet meer dingen. Oké, maar toen had ik mijn... Ik had mijn Facebook nodig. Oh. Had ik niet gekregen. Ze hebben nog steeds... Ik heb drie Facebook. Oké, die DJ Moortje live page. Als je nu je telefoon openmaakt, je schrijft DJ Moortje live page, dan zie je zijn e-mail, zijn telefoonnummer nog steeds. Oké. Waarom is het nog steeds? Omdat als mensen gaan boeken of mail sturen, ja, we willen Moortje. Maar kijk nou, ik ken alle trucjes. Van Antilliane, van Tsunami, van alle trucjes kennen. Dus wat zei hij tegen mensen? Nee, Moortje is bezet. Ik heb een andere DJ voor jou. Zie je hoe ver ik denk wel, hè? Ja. Snap je? Ja. Oké, toen had ik gezegd, ja, ik heb die wachtwoord nog. Nee, ik heb het niet meer. Maar ik kan die wachtwoord niet veranderen. Want hij heeft expres, hij is de beheerder nog. Ah. Begrijpen we dat? Dus, ja. Dus, toen ik had Ludwig gelaten, ben ik bij nul begonnen. Nog steeds ben ik overal aan het struggelen. Want ik had niemand zijn nummer. Dus al mijn zaken, connectie, alles was... plat. Nog steeds ben ik bezig aan mensen nemen mijn nummer en zeg maar, dus ik had gewoon bij nul geworden, maar het was een ramp. Wow. Maar ik was wel blij wel, want het was toch een last van mijn schouder. Later hoor ik heel veel mensen, wist je niet van Ludwig? Hij was een grote oplichter, bla bla bla. Ik zeg, ja, jullie wisten waarom jullie me niet verteld. Dan had ik niet 5 jaar met hem in zee kunnen gaan. Ja. En wie doet Ja, hoe sta je er nu in met management? Ben je daardoor wat meer voorzichtiger geworden? Nu, Nobi helpt me. Nobi. Ja. Nobi is een goede vriend. Ja. Die helpt me gewoon dat niks. Ja. Nobi, verkeerd gaat. Nobi is master. Nice. Shout out Nobi. Ja. Nobi helpt me. Maar dat zijn die dingen die gebeuren. Aktenskamer. Ja. Oké, en nu is nog één ding. Ik weet niet of ik moet dit vertellen nog. Kijk wat is gebeurd. We zijn uit elkaar gegaan. Wie? Jij de manager. Yeah. Ik en Ludwig, oké. Yeah. Ludwig Maria. Fuck you. Luister nou. Ik had met hem getakt. Over 3 weken moest ik draaien bij Latin Village. Dus ik ging draaien bij Latin Village. Oké. Daarna. Wacht op de geld, wacht op de geld, wacht op de geld, wacht op de geld. Toen ik had contact genomen met Red Village, hadden ze me die slip gestuurd. Ze hadden die geld gestuurd op Ludwig's rekening. Hoe vind je die, ten eerste? Oké, hoe vind je die? Hij had scheid aan mij. Want normaal, of bellen mij, geven mij die geld, of stort je hem terug bij Latin Village. Maar hij heeft niet gedaan, hij heeft gehouden in zijn zak. Snap je? En zo had ik ook dat ook kwijtgeraakt. Dus je had me eerst met die Zoetermeer en daarna met die Latin Village, het is 2. Dus je had scheid voor mij. Je had gewoon scheid aan mij. Snap je? Heftig, als ik het zo hoor. Het was heftig. Oké, maar nu vertel ik je iets. Ik bleef even stil. Misschien kan je knippen, misschien wel, misschien niet. Vertel je iets wat zit er gebeurd. Ik was fucking opgefokt. Ik dacht, hij heeft gewoon scheid aan mij. Ik dacht, hij heeft scheid aan mij. Weet je wat dacht ik? Ik zeg je eerlijk. God, dank je wel. Weet je wat dacht ik, vriend? Ik ging naar huis. Ik wou zo'n mens pakken. Ik heb altijd 2 telefoons. Nooit 2 telefoons is tegelijk leeg. Nooit. Ik kwam naar huis. Ik pak die mens. Ik kwam naar buiten. Pak, zie, 2 telefoons zijn. Maar ik moet mijn navi gebruiken om bij die locatie waar hij zat. Oké. Dus ik zet die 2 telefoons in de lader. En ik ging roken. Ik ging buiten roken. Roken. Ik was fucking kwaad. Ik was decidied. Ik wou nu gaan. Kijk, snel, batterij moet snel vol.
Weet je dat God, nog steeds, ik dank God. God heeft mij gewoon geholpen. Hoe dan? Anders zat ik niet hier. Kijk, nooit heb ik twee telefoons leeg, nooit. Toen ik ging die dingen in de lade zetten, omdat ik in de lade zette, ik moest wachten, ik ging roken. God heeft mijn gedachten gewoon veranderd. Waarom? Want als die telefoon was vol, had ik gelijk die mens gepakt. Ik ging naar Eindhoven, want ik weet waar hij was. Ik ga gewoon, hey, arme, sorry, laten we gewoon goed maken, tjoep. Dan had ik het doodgestoken. Snap je? Ja. En ik zeg, gelukkig heb je dat niet. Ik krijg tranen in mijn ogen, want ik weet dat ik was, we zeggen, decidido. Maar die volgende dag was ik blij. Hele week blijf je God bedanken dat ik haar niet zo fout gemaakt. Waarom God heeft mijn gedachten veranderd? De eerste begon, ik dacht aan familie. Daarna dacht ik aan de fans. Daarna dacht ik, shit, Curaçao, de kranten, moordje heeft manager vermoord in Nederland. Frontpage. Dat ging allemaal door je hoofd heen. Ja. Maar ik ben zo blij dat je van gedachten bent veranderd, man. Ja. En dat heeft me geholpen. Anders zat ik nu nog steeds in de bias. Wauw. Snap je? Alleen mijn naasten weten het. Maar nu, Jij kijkt wat je ermee doet. Ik laat het aan jou over, hè. Het is real talk. Ja. Dus jij mag, al mijn gasten bepalen, zeg maar. Nee, maar als ze erin willen houden. Ja, het is jouw verhaal wat jij wilt vertellen. En... Ja, jij snapt het, maar ja. Ik dacht, kijk, misschien valt het niet goed bij de Nederlanders of zo. Het is jouw verhaal. Kijk, weet je, je vertelt ook van... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die vastzitten, die keuzes hebben gemaakt uit woede, waar ze later spijt van hebben. En dat ze in woede iets hebben gedaan. Dank je wel. En jij vertelt nu van, hey, God heeft op dat moment voor jou ingegrepen. Ja, waardoor je, en dat je ook blij bent, dat je niet op basis van woede... Dat ik niet zo fout kan maken. Ja. Want weet je waarom? Want toen ik dacht over die krant en de fans en alles, ik wist het dat ik heel Nederland had teleurgesteld. Ja. Snap je? Ik ben trots op je dat je dat gewoon... Want je kon, weet je, het leven bestaat uit keuzes. En elke dag is een keuze. Keuze om goed te doen, keuze om slecht te doen. Keuze, we zijn altijd in conflict met onszelf wat we willen doen. En het makkelijkste is reageren op woede. Maar als je het laat bezinken, denk ik, wacht even. Ja. Ik heb nog steeds mijn naam, ik heb nog steeds mijn kwaliteiten. Laat me gewoon doorgaan en mijn ding doen. Ja. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik, weet je, dat ik mensen had die geld van me afhandig hebben gemaakt. En dat ik dan op een gegeven moment zoiets had van... Weet je, je was jaren geleden. Boos ik was. Ik had wel vaker die pech dat die mensen komen altijd om te leunen of om te geld te pakken of om te gebruiken even en dim. Dim, snap je? Omdat ze weten dat ik ben beter dan hun. Ja. Snap je? Qua mixen bedoel ik. Ja. Ben ik beter, snap je? Heb je het ook meegemaakt dat collega's ook jaloers op je... Waar op jouw kwaliteit? Want dat heb je ook in een rap game. Heb je rappers die hebben beef onderling. Die zegt dit. Is het ook in de DJ-wereld zo? Ja, ik had ook beef. Ik had ook beef onderling. Ook met collega's. Ook met MC. Ook dat ze, ik zeg je eerlijk dat, net als die MC-persen zelf, die blijft maar zwart maken voor niks. Terwijl ik bedoel, door mij had je zelf Babbel leren kennen. Snap je wat doel? Begrijp je wat doel? Ik had hem al gezegd, al jaren had ik gezegd, luister, je zit zwart te maken, terwijl, ik vertel mijn verhaal. Ik was voor dan jou in de picture. Snap je wat doel? Begrijp je wat doel? Ik had je geholpen, maar nu, kijk, ik weet wat hij mee bezig is. Snap je wat doel? Maar ik laat het, omdat laatst hadden ze ook iets heel erg gedaan. Terwijl je kan niet, kijk, of ben je Moortje en Friends met festival, of je haat me, of ben je met me. Je kan me niet haten, zwart maken, en daarna ben je wel met mij op het podium. Begrijp je? 1 en 1 is 2 toch? Heb je het gewoon, waarom probeer je het gewoon niet uit te praten? Heb je het geprobeerd om uit te praten en vragen op de man af van, ik heb het gevoel dat, of hoe zit het, weet je? Kijk, altijd als je probeert uit te praten, we komen niet uit. Want kijk, wij komen uit wanneer hij gewoon
Toen ging ik zeggen, oh mijn moordje, ja. Jij was eerst, dankzij jou, want kijk, vroeger in een interview, ik vertel Sono, ik vertel mijn verhaal, maar als je bij persen zegt, kijk, ik was eerst de man, maar toen persen kwam, werden we samen, hoe kan ik zeggen nou, je weet toch? Bekender. Ja, bekender, want ik was al bekend, ja. Maar we werden samen bekender. Ja. Snap je bedoel? Maar laatst, maar als hij kans krijgt omdat hij praat, moordje dit, terwijl ik bedoel. Want vanaf welk bandje begon hij mee te doen? Op welk bandje? 48, dat is ja. De eerste bandje dat waarbij. Dat was het eerste bandje, want ja. Kijk, oké. Toen de eerste bandje, 48. Oké. Toen begon hij stoer te doen. Jij heeft hem gemaakt, blablabla. Hij is de man. Oké. 49 had ik alleen gemaakt. Oké. 50 had ik met hem gemaakt. 51 had ik alleen gemaakt. Dus iedere keer als hij een grote mond is, wijs ik hem dat ik ben ook alleen. Snap je? Ik ben ook sterk alleen. Snap je? Dus ik had 48 met hem gemaakt. Ik sla weer over. 50 had ik met hem gemaakt. 56 had ik met hem gemaakt. En 64. Ja. Die vier baantjes. Dus iedere keer als je die gat krijgt, dat is wanneer hij zo raar doet. Dan denk je, oké, je bent de man, ga. Ik ben sterk alleen. Dus de momenten dat hij niet op die bandjes zat, op die mixtapes, ja. Dat waren momenten dat jullie conflict hadden. Ja. Oh, want ja. Ik vroeg me af van waarom de ene weer wel, de andere weer niet. Oké. Ja, want kijk, die ding was. Die conflict was. Kijk, vroeger voor pester was gewoon die normale babbeling, zonder vieze woorden, niks. Ja. Oké. Ik had al heel veel fans, zo. Ik weet niet, ze kwamen zo. Toen ik met pester kwam die vieze woorden erbij, toch? Ja. Oké. Dus, Nederland werd een beetje verdeeld toen. Omdat, kijk, die nette mensen, ze bellen me, we willen je boeken, maar we willen geen vieze woorden. Ik zeg, geen probleem. Ik kom niet met pester. Sorry. Dus ik had twee soorten optredens. Eentje met pester, eentje zonder pester. Ja. Soms krijgen de ghetto guys, ja, zonder pester. Oké, ik kom met pester. Snap je? Oké, maar toen, ik draaide 70% alleen. 30% draai ik met pester. Ja. Want die ding bleef underground. Alleen maar met die baantjes, dat. En toen, kijk, toen een heleboel Nederlanders verstonden die Antilliaans niet. Snap je? Dus je gaat gewoon zitten in de metro. Je krijgt zo'n Antilliaan met die baantje hard draaien in de metro. Je weet toch, met die vieze woorden, snap je? Ja. Het was wel, op Curaçao, die jongens kregen klappen van de politie. Omdat ze rijden in de stad met die baantje hard. Ja. Al die dingen, joh. Of ja. Ze krijgen klappen en ze moeten ook die bandje eruit halen en kapot maken op dat moment voor de politie. Echt? Ja, op Curaçao. Ja. Oh, wauw. Dat ik niet, man. Er waren een heleboel gedoe. En MC Pester, zeg maar, om hem zijn credit te geven. Wat was zijn toevoeging? Dus die vieze woorden. Hoe is hij erbij gekomen? Wat is zijn... Oké. Met die vieze woorden, kijk zo. We hadden geen afspraak, niks. Kijk, hij zag dat iedere keer... maak ik vulkanen vol. Ja. Oké, hij was portier. Iedere keer maak ik die vulkanen vol. Einde van de avond, ik stop die muziek. Die mensen gaan niet weg. Ze blijven zitten. Dus Pester, daarom kreeg hij die naam Pester ook. Pester wil een ruis. Dus hij gaat, hij komt, hij pakt die microfoon. Dames en heren, die feest is afgelopen. Als je geld bent, ga naar de hoeren, ga naar Geleen, bla bla bla. Of ik heb vaseline voor jou, dat je kan aftrekken. Zo. Maar wat gebeurt? Iedereen vindt het leuk, toch? Iedereen lacht. Snap je? Iedereen lacht. Ja. Leuk. Oké, dus zo is het in begonnen. Maar het is niet gelijk begonnen. Want het is, laten we zeggen, na twee maanden dat hij iedere keer die mensen pest. Snap je? Ja. En toen begon hij met de liedje Waya Sanker. Aha. Dat was die eerste liedje, Waya Sanga Bamba. Ik heb Waya Sanga. Oké. Het is real talk, toch? Ja. Oké, Waya Sanga, boom. Toen begon ik met die Waya Sanga. Ik draai Waya Sanga, boom. 1 week Waya Sanga, 2 week Waya Sanga, 3 week Waya Sanga, 4 week Waya Sanga. De 5e week
Kijk, deze dingen wil je niet te vertellen, maar het is real talk, ik vertel alles. Bij die vijfde week had ik hem gezegd, pastor, je zingt alleen maar waar je sanka. Oké, okay, je moet veranderen. Of moorde sanka, kom in sanka, chupa sanka. Dus ik had gezegd, je moet het toch een beetje veranderen. Snap je? Oké, okay, en toen is het veranderd. Oké, okay. Sinds toen, het is real talk, sinds toen, daarna heeft hij zijn eigen dingen verzonnen. Maar met dit liedje Waya Sanka, no, hij bleef iedere keer Waya Sanka Pamiwak. Mige wabo Waya Sanka, Waya Sanka Pamiwak. Mige wabo Waya Sanka. Week in, week uit. Snap je? Ja. En bij die vijfde week had ik gezegd, luister nou, verander het een beetje nou. Zeg moord de Sanka of op Chupa Sanka of... Iets met de beeld, doe iets met de beeld. Sanka. En toen heeft hij het veranderd. Ja. Heeft hij dinges. En toen heeft hij ook die smaak te pakken. Daarna had ik hem niks meer gezegd. Hij ging zelf op zichzelf. Ja. Je inspireerde hem om creatiever te worden. Ja, maar ik zeg gewoon eerlijk. Ja. Snap je? Ja. Hij houdt van die liegen gedoe. Snap je? Daarom altijd ben ik boos. Want hij houdt van die liegen gedoe. Ja. Oké. Okay. Wat heeft hij toen gezegd? Ja, wij samen hadden die speedbubbling aan verzonnen. Terwijl zei pester, wanneer ben je naar mijn huis gekomen? Om samen die dingen te verzonnen. Snap je, man? Kijk, hij was zo net. Kijk, alle jaren was hij bezig. Hij wilde hem zwart maken. En hij met iemand, een ander DJ, een ander collega. Hun tweeën willen verder. Snap je? Maar kijk, ik ben in mijn jongeren toch. Snap je? Ik draai mijn moeder toen afrobeats, bla bla bla. Snap je, maar voor mij, het interesseert me niet. Maar die Speedy Bobbeling, want jij staat bekend als de godfather van Speedy Bobbeling. Maar dat heb je al lang al bedacht, toch? Zeg maar met het op... Ja. Dat was ook voordat jullie die mix, de bandje samen hebben gemaakt, toch? Nee. Kijk, bandje 48 was er. Oké, okay, en daarna had ik die Speedy Bobbeling verzonnen. Ja. Snap je? Dus in een tijd dat je met hem omging... Had jij in je vrije tijd, had je die bobbeling bedacht? Ja. Oké, okay. Ja. Dus, en dat horen we zeg maar op die tape. Maar hij zegt dus... Ja, je hoort het op een... Ik moet kijken op welke tape heb je die speedbobbeling. Sowieso op 64 heb je speedbobbeling. En volgens mij op 56 heb ik ook speedbobbeling. Ja. Snap je? Daar stond Pester ook op. Ja. Misschien denkt hij daarom, zegt hij daarom van... Ja, ik heb die speedbobbeling. Ik moet je die dingen sturen. Ga kijken dat ik stuur je. Ja allemaal. Alle vier nog. Ja. Op een gegeven moment kwam er ook een documentaire van jullie uit. Ja. Over het ontstaan van de bobbeling. En de invloed ook op andere mensen muziek. Ja. Hoe was dat? Neem ons even terug in die tijd. Ja. Nee, die documentaire was nep. Oh. Ik zeg je eerlijk, het was nep. Waarom was het nep? Kees had me benaderd. Kees de Koning had me benaderd. Zeggen, ja, we gaan documentaire maken van jou, DJ Mortje. Ik zeg, oké, het is goed. Maar we moeten wel naar Curaçao gaan vliegen. Dan vertel ik, ja, dit is mijn kamer. Ja, hier had ik eerst gedraaid. Discotheek was eerst. Hier had ik vroeger gedanst. Zeg maar, oké, toen begonnen we met die documentaire. Halverwege kwam dingen zeggen. Ja, kijk, sowieso zou ik Pester erbij, want anders die verhaal klopt niet. Snap je wat ik moet vertellen van Curaçao? Dan vertel ik wat ik die mensen getrokken naar Vulcano. Snap je? En daarna, Pester komen erbij, dan moet ik zo vers weer daar. Maar ik zei, oké, het is goed. Maar toen ik merkte dat het was vriendschapspolitiek nog van Pester nog. Snap je? Dus ze gaven Pester de credit, terwijl ik zelf die had dit ingedaan. Begrijp je? Want een heleboel laden die dingen hadden ze geknipt. Dus ik dacht, ja, dat is het nog. Maar wat klopt er allemaal niet erin dan? Zeg maar, voor de mensen die de documentaire nog niet gezien hebben. Waren er specifieke dingen dat je zegt, dat klopt niet? Voor de mensen die de docu misschien nog niet gezien hebben. Dan moet ik het weer gaan kijken. Om te kijken wat klopt niet. Ja. Want ik had het niet, ik had het wel. Toen zelf had ik het gekeken. Want, Lomai. Alles ging raar, weet je wel, alles ging raar. Kijk, normaal, voor die interview moet je, met die belen, alles moet je ondertekenen, toch? Ja.
Snap je? Dus er was niks aan of aan de tekening. Niks over niks. Toen alles was het dus. Dus ik bleef Tom Nonsakker luisteren. Een studievideo moeten zien voordat het uitkwam. Wel, ze bleef aan de lijst houden. Die dag dat het moest uitkomen bij die... Stel voor, ik kwam hier. Het moet nu uitkomen. Nu kwamen ze met iets dat ik had snel onderteken. Zo kwam het uit. Maar je hebt geen tijd gehad om de... Om te checken. Kijken, om te keuren, niks. Je moest gewoon ondertekenen. Ja. Oh, wauw. Ja. Maar waar had je geen... Op dat moment geen advocaat bij, een manager of iemand die je dus begeleidde? Nee, manager, dat was die klootzak toch, Ludwig. Snap je, dus die was ook erg, snap je bedoel? Ook met dat, ook over je weet toch. Ik word er moe van. Ik zeg je eerlijk, ik kwam gewoon positief, maar ik moet toch die andere dingen vertellen. Begrijp je? Kijk, nogmaals, het is jouw verhaal, het is jouw waarheid. Kijk, Real Talk, voor de mensen die het kijken, het is gewoon een platform waar legends, mensen hun verhaal vertellen. Want weet je, het is afgelopen, als jij er niet meer bent, dan heb je nooit je verhaal kunnen vertellen op jouw manier. Maar er is zoveel dingen had ik gedaan en nog steeds. Oké, dit wou ik ook recht zetten. Birthday Bash. Wat is gebeurd? Birthday Bash is mijn concept. Ik kan hard schreeuwen. Iedereen die had Birthday Bash gedaan in al die jaren, normaal moeten ze 1 cent storten op mijn rekening. Zelf ben ik blij. 1 cent alleen. Geen euro, maar 1 cent. Maar hoezo dan? Iedereen is jarig? Oké. De Birthday Bash, het is mijn concept. Iedereen is jarig, altijd al jaren. Ja. Oké. Niemand kwam met die idee, je betaalt bij de intree om verjaardag te gaan. Snap je? Oké, ik zal je vertellen. Laat ik het, want misschien, je begrijpt me niet, maar ik vertel je nu wat ik bedoel. Ja. Kijk, vroeger, ik was hard. Heel veel fan was gekkenhuis. Ik kon niet normaal lopen, handtekenen, bla bla bla. Oké. Een keertje zat ik thuis. Ik dacht, hé, ik ga iets proberen. Als ze echte fan zijn, betalen ze intree bij mijn verjaardag. Snap je? Ja. Ik praat over 1991. Dat was mijn eerste moordje verjaardagsfeest. Moordje Birthday Bash. De eerste was in Pasha. Ken je die naam Pasha? Ja. Op de Wallen. Ja. De eerste. Oké. Weet je met wie had ik het gedaan? Ken je Alwin Hoffman? Oké. Zijn zoon is Rahul. Die organiseerde feesten vroeger. Volgens mij was East Coast, West Coast die feesten. Toen met die Marcanti en die... Wel, met hem had hij met die feest gedaan. 1991 was die eerste Birthday Bash. Ja. Oké. Toen die eerste ding... Ik schrok. Waarom? Ik schrok die dag. Waarom? Want kijk, ik had gewoon iets geprobeerd. De Birthday Bash. Ik zag, want ik had niet verwacht. Ten eerste was 1000 mensen. Ja. Ten tweede, ik kreeg ongeveer 100 knuffel en beertjes en kaartjes. En het was echt... Bijzonder. Het was, weet je, toen ik werd zelf emotioneel. Ik zeg je eerlijk, want ik had niet verwacht. Dames komen met een beertje om hem te feliciteren. Die ene, het was een gekhuis toen. Ja. Oké, en daarna ben ik ieder jaar... Ben ik verder gegaan met die motje van ja, dan motje best die bij, motje best die best. Oké. En toen, ik begon een beetje, je weet wel, een beetje geld te maken zo. Want kijk nou, maar ik zet wel goede optreden. Dus met die intree, ze betalen, maar ze krijgen wel goede optreden. Ja. Dus misschien verdien je een klein beetje, maar het is toch, voor mij, het belangrijkste is als die mensen genieten. Ja. Snap je bedoel, dus. Maar ja, en zo is die Birthday Bash gegaan. En toen, mijn goede vriend, DJ Mammy, was mijn eerste concurrent bij de Birthday Bash. Hij draaide toen ook daar. Ja. Ook toen met die bobbeling, ook hetzelfde. Oké. Daarna kwam Chucky ook Birthday Bash doen. Zijn we door? Dus kijk, het is wel leuk dat ze hadden gedaan. Maar toen zag ik, hé. Wat is aan de hand dan?
Snap je wat ik Maar ja, het is wat het ook is. Hè. Kijk, een idee, zeg maar, je kan het bijna niet vastleggen. Snap je? Want er is altijd, er is misschien iemand anders die bijvoorbeeld, stel hè, dat iemand zegt... Ja. In Jamaica, yo, you don't know, I had the first birthday bash in 1988. Yeah. En dan hoort hij dat jij het in 91 hebt gedaan, zegt hij, Moortje was voor mij, terwijl Moortje niet eens wist van hem. Dus, ja, ja. Weet je, dus... Ja, kijk, toen was het, ik zeg je eerlijk, kijk, nu in de muziekwereld, iedereen weet meer, alle toestanden. Maar toen, toen hadden ze die begeleiding moeten hebben, hoe hij spreken voor mij, en die andere dingen voor mij. Ja. Snap je wat door? Maar nu wel word je begeleid, of als je weet de top, ook training van interview. Ja. Alles moest ik zelf pakken, zelf, snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb een keertje daarom... ook iemand begeleid, ook voor een interview. Die op een gegeven moment moest die andere interview doen, heb ik hem begeleid. Dus toen zei hij, ja, maar dat moet je vaker doen. Je moet mensen begeleiden in interviews. Je moet daar een soort cursus in. Dus ik dacht, maar ik vind het gewoon belangrijk om mensen ook... Weet je wat, kijk, wat veel mensen niet weten is... Je hebt altijd het recht om geen antwoord te geven. Mm-hmm. Mm-hmm. Weet je, en wat ik doe met dit, is dat ik zeg maar, we nemen iets op, maar het komt pas online als jij het oké vindt. Ja. Snap je? Nee, maar ik vind het belangrijk. Het is een soort vertrouwen, omdat ik het belangrijk vind van, jij legt, het is jouw verhaal. Ik ben de storycatcher. Ik vind het mooi om die legendary, weet je, toen Def Rhymes hier zat, rest in peace, hoe hij zijn verhaal vertelde. Ik belde hem op, ik zei, Def, ik wil dat jij jouw verhaal vertelt. Want ik vind dat je niet genoeg credits krijgt. Ja. Weet je, gelijk. Kijk. Een paar mensen die echt die credit had moeten krijgen. Of moeten krijgen nog steeds. Kijk, toen met 25 jaar bouw heb ik een beetje credit. Kijk, mannen. Mensen die credit moeten laten krijgen, dat sowieso is Def Rhymes. Ja. En één ding ook. Aartje moet ook allang credit krijgen. Ja. Hoe kan het dat je hebt die konjo? Ja. Snap je door? Maar zo zie je in de scene wordt er veel geboycott nu. Snap je door? Want je hebt de konjo, iedereen gebruikt de konjo. Maar ze moeten je boeken overal moet je haartje moeten staan in Nederland optreden toch? Ja. Toen. Ja. Snap je door? Ja. Oké. Shout-out aan Haartje, man, legend. Net als Caliboy. Ja, ook een legend. Of ja, man. No. Ja, maar hij is er, ja, man. Of ja, man, no. Hij is echt, ik heb ooit gezegd... Begrijp je wat door? Dus al die mensen, ik weet niet wat is aan dan nog. Maar ja, wanneer we dood zijn, ja, legend, goede DJ, ja, goede MC, ja, goede rapper, goede dit. Nee, ze moeten gewoon de credit geven als je levend bent. Ja, want ik weet nog dat jij een keer zei, toen ze, was jaren geleden bij de Buma Beats, hoe heet het, toen hadden ze op een gegeven moment jou geïnterviewd en toen zei je ergens van, in een interview van, ik ben blij dat er weer aandacht komt op Bobbeling, want ik was bang dat ik vergeten zou worden. Ja, ja. Leg even uit. Was je echt bang dat je ooit vergeten zou worden als DJ Moortje? Ja. Hoe dan? Leg uit. Nee, kijk. Hoe dan? Nee, omdat... ja, kijk. Kijk, weet je waarom? Ook omdat nieuwe mensen komen. Ik bedoel, kinderen geboren. Ja, dus, ja. Dus die nieuwe generaties... Ze kennen die dingen niet, snap je bedoel? Ja. Dus, maar ja, nog steeds ben ik aan het pushen, ook voor die nieuwe generatie, ook die Bobbeling. Ja. Want in mijn set, draai ik altijd beginnen met Bobbeling. Ja. Ik zeg altijd zo nu. Sorry, sommige organisaties willen alleen maar een uur Bobbeling. Dan zeg ik, goed, ik kan een uur Bobbeling draaien, maar als ik zie... Na 40 minuten, de dansvloer een beetje zo, ik verandert. Ja. Ik verander gelijk. Of ga je naar Momoton, of ga je naar Afrobeats. Ik ga niet blijven bij die Bobbeling zone. Ja. Of een heleboel mensen, ze staan schuren bij de bar en de dansvloer zelf is leeg. Ja. Heel veel mensen zitten schuren bij de bar, maar de dansvloer zelf is leeg. Dan verander ik ook. Ja. Snap je? Ja. Dus mijn dansvloer moet toch... Moet gewoon, you gotta keep up dancing. Ja, ja, die moet wel vol zijn. En wat wil je dat jouw legacy wordt? Zeg maar, als je de over, weet je, als je, God forbid, dat je heel lang blijft leven, maar als je niet bent, hoe wil je herinnerd worden? Moortje. Als iemand Moortje zegt, wat wil je dat ze rememberen? Wat wil je achterlaten? Nee, wat wil je achterlaten? Nee, gewoon met die Bobbeling. Weet je wat? Weet je het vroeger toen met die Bobbeling, toen ik draaide zo? En
Ja, tegenwoordig moet je handen zwaaien en al die neppe ding. Maar toen ik sta gewoon dood. Ik zet mijn mix, iedereen mijn soorten. Wauw! Die hele zaal zo. Wauw! Yeah! Kijk, wel, toen kreeg ik nog kippenvel, vriend. Ja. Serio. Ja. En ook allemaal heleboel dingen. Real talk. Weet je hoe vaker stond ik te draaien. Discotheek vol mensen of Imperium. Maar ik sta te draaien. Maar van binnen was ik bang om flauw te vallen op dat moment. Waarom? Omdat ik begon hyperventileren. No. Ja. Snap je? Dus ik sta iets voor achter dat ik kan niet vallen. Dus, terwijl niemand weet. Wauw. Wauw. Hyperventileren, echt. Ja. Serio. Echt. Of als een vriend in de buurt zat, zei hij: blijf hier even, want ik ben een beetje aan het hyperventileren. Of kun je een sparoot halen voor mij? Zo. Wow. Dan ga ik twee sparoot drinken. Dan ga je snel boeren. Dan word ik weer. Snap je? Zo'n manier. Je hebt ook opgeblazen gevoel. Dus twee in één. Wauw. En hoe gaat het nu met je gezondheid? Want je had die hartinfarct, had je? Ja. En hoe is dat verder gelopen? Want... Tot nu toe goed. Ja. God, dank je wel. Ja. En dokter Viola, dank je wel. Ja. Van Maastad Ziekenhuis. Het is een jonge dokter, die had me gewoon met kijkoperatie, die nog steeds, iedere keer ga ik naar hem toe, ieder jaar. Ja. Snap je bedoel? Wat moet je dan rustig aandoen voor je hart? Wat is dan? Ja, kijk, weet je wat is er nog? Dokter zei, hij moet rustig aan doen. Maar ik ben gewend dat ik kan rustig aan doen. Dat is de eerste. Oké, toen met die hartinfarct, dokter zei, heb ik geen signalen? Je moet signalen krijgen, want ik had... 3 kanalen dicht. Van mijn hart was 3 kanalen was dicht. Oké. Je was bijna dood. Ja, ik was net op tijd. Ook met die hartinfarct, ja. Ik was net op tijd. Oké, maar wat gebeurt? Wacht eventjes, laat ik... ik word oud. Wanneer? Laat ik denken, want ik moet weer op die ding. Want ik heb zoveel te vertellen. Ja. Daarom, je weet het. Ja. Over die hartinfarct... Die dokter Fiona of zo? Die ja, dokter Fiona, hartinfarct. Er was iets belangrijks dat ik moet zeggen over die hartinfarct. Die 3 kanalen? Oh ja, oké, er was 3 kanalen. Oh ja, dokter vroeg, ja, of ik ging symptomen. Symptomen. Ja. Ik zeg nee, omdat ik ben altijd, je weet altijd bezig. Of oud rijden. Ja, dat ja. Ik zeg nee, ik voel geen zin. Ik zei ja, en toen leg ik de dokter uit. Waarom? De dokter zei, ja, daarom. Daarom had ik, man, ik moet symptomen. Ja. Want nog steeds ben ik aan het... Revalideren. Ja, revalideren. De hartinfarct, ja. Ja, en ja. En ja, laatst januari had ik ook geopereerd. Snap je, ik had een grote operatie achter de rug. Dat was iets anders, toch? Dat was, Nee, dat is iets aan, dat is nummer 3. Wacht even. Wacht. Oké, wacht even. Ik had het niet in de media gezet, daarom. Oké, wacht even. Dus je had de allereerste keer, was je aorta was gescheurd. Ja, dat is een paar jaar geleden. Ja. En daarna had je een hartinfarct, dat was wanneer? 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Ja. Dat wist ook niemand, dat was de tweede. En de derde? Ja, de derde. Ik had prostaatkanker geopereerd. Ja. Snap je? Waarom zeg ik het nu? Want ik wou niet... Helemaal niet zeggen. Maar ik dacht, laat ik het zeggen. Dan kan die andere jongens zo inspireren om te gaan doen. Waarom? Want jaren geleden, een man had me gezegd, als je 50 bent, moet je gaan controleren. Snap je? Maar ja, nu ben ik 60. Begrijp je wat ik bedoel? En ja, al die tijd had ik het niet gecontroleerd. Snap je? Ja. Maar nu had ik het, ik had gecontroleerd en toen had het geconstateerd. Maar ik was wel net op tijd. Maar ik wou niet in de midden zetten, want ik was bezig voor mezelf, want het was gewoon een shock. Daarom had ik al die maanden jou aan de lijntje gehouden. Toen had ik je gezegd, toch? Je hebt gezegd. Ik moet opereren, maar ik had niet gezegd wat. Ja, snap ja. Dus, daarom had ik je aan de lijntje al die tijd aangehouden. Ja. Ik had 16 januari geopereerd. Het was een zware operatie, snap je? En na 30 dagen was ik al aan het draaien. Wauw. Zo zie je. Mijn moeder weer boos. Maar je mocht niet eens draaien.
Je ging nee, gewoon... Kijk, ja, nee, kijk, normaal moet je 3 maanden... Snap je? Toen met die hartinfarct ook. Toen met die hartinfarct was het erg. Waarom, man? Ze hadden, wat was het, dotten of zoiets? Ja. Oké. Okay. Ik wist nooit van dotten. Toen ik die hartinfarct kreeg, ik was bang. Ik dacht, ik moest weer gaan opereren. Weer die hele ellende. Oké. Okay. Ik dacht, dat is geen meer opereren. Maar ze zeggen, ja, ga maar liggen. Ze deed mijn ding. Ja, ze deden zijn ding. Maar ik voel wel dingen zo. Ja. En toen ik klaar was, toen had ik begrepen wat ze deden. Ik wist niet, dat is de ze ding duwen tot naar je hart. Alle 3 kanalen openmaken zo. Wauw. Je voelt die ding gewoon zo. En je voelt gewoon, ja. Je voelt het gewoon. Ze duwen die ding, blijven duwen. Je voelt gewoon in je hart, voelde je gewoon. Ja, kijk, want die dotten doen ze aan via je ader. Ja. Dus via de aarde, via de buis van je ader, blijven ze tot daar. Snap je, zo hadden ze 3 kanalen opgemaakt. Oké. Okay. Pijnlijk lijkt me dat. Ze hadden het vandaag gedaan. Ja. Morgen word ik wakker. Ik word 's ochtend wakker. Ik ben helemaal 100. Niet eens 100. Ik was 200. Net als niks is gebeurd, vriend. Wauw. Alhoewel, ik zit te popelen. Ik wil dat die dokter komt en zegt, ja dokter, stuur me naar huis, want ik moet weekend draaien. Ja, zo was het nog. Wauw. Oké, okay. Dus dokter zei, nee, we gaan even checken. Zei, ja, ik voel me goed. Dokter zei, nee, we gaan checken. En toen had ik gecheckt. Die volgende dag had ze me ontslagen. Ja. Toen had ik ook die video gemaakt, want ik had niemand op dat moment gezegd. Buiten die ziekenhuis had ik die video gemaakt. Ja, ik had net een hartinfarct gehad en mama, familie, sorry. Maar weekend ga ik gewoon draaien. Je hebt ze die video gestuurd? Ja, die video staat op mijn Facebook nog. En toen Phoenix heeft ook geschreven, ja, ik had gezegd, God staat achter me. Ja. Ik had gezegd, God staat achter me. Als ik moet dood, moet ik dood op de podium. Ja. En nog steeds blijf ik het zeggen. Als je doodgaat, wil je doodgaan op de podium. Ja, zeker weten. Net als die amapiano artiest. Dat vergeten ze naam. Jij wilt gewoon in action. Maar, zeg maar, al die andere dingen heb je gedeeld. Maar de prostaatkanker gedeeld heb je bewust niet gedeeld. Nee, waarom dat weer niet? Nee, kijk, weet je wat is het? Ik wou het niet, omdat op dat moment... Hoe kan ik zeggen? Ik weet dat heel veel mensen gaan reageren. Mm. En als mensen reageren, ik hou ervan, ik reageer terug. Snap je? En ik reageer terug, maar stel voor, als ik heb 1000 berichten, 1 voor 1 doe ik die 1000. Maakt niet uit als ik 3 dagen erover doe. Ja. Ook met mijn verjaardag ook. Als je 1000 berichten hebt gefeliciteerd, 1 voor 1 zeg ik een dank je wel of een hartje. Ja. Snap je? Ja. En hoe gaat het nu met je dan? Ja, nu gaat het goed. Nu gaat het goed. Ik ben nog bezig met controle bij de ziekenhuis wel. Ja. Snap je? Ja. Maar ze hadden die prostaat weggehaald. Ja. Er is wel een klein beetje, maar ik ben bezig met bestraling. Hoe vaak nog moet je gaan? 35. Nog 35 keer? Ja. 35 keer nog? Ja, 35 keer moet je gaan. Voor bestraling is 35 keer. Maar dat is intens, man. Ja. En dan ben je gewoon... Nee. Ik was vanochtend was ik 9 uur bestraling. Na daar kwam ik hier. Nee, na daar was ik moe. Ik dacht, nee, ik ga slapen voordat ik bij jou kom. Toen ging je een uurtje slapen, toen kwam ik bij jou. Wauw. Ik voel me gewoon schuldig, man. Dat je gewoon... Nee. Je voelt je ook goed, hè? Ik ben zo. Ik ben een workaholic, zo ben ik. Wauw. Snap je? Ik hou ervan, snap je? Ik vind het een eer, wat ik zeg, dat je tijd neemt om je kwetsbare kant ook te vertellen, maar ook kracht eigenlijk ook. Dit is jouw legacy. Nee, kijk, het was, kijk, vroeger was het leuke tijden. Die tijden kon nog beter aan zijn toen. Maar ja, het is geweest. Ik ben blij wel dat ik nog leef. En ja, dat het nog steeds draait. Ja. Maar wat wil je nog meer doen in je carrière? Laat het gewoon... Kijk, mijn carrière, wat wil je nog meer doen? Kijk, 1 ding was er zo dat ik wou altijd een hitje. Samen met iemand, maar een goede hitje, snap je? Je wil een hit.
Okay. Ja. Een hit wil ik. Ja. Oké. Okay. En ik wil een hit, maar ik wil niet miljonair worden. Snap je? Ik wil wel genoeg geld maken om op te maken dat het niet opgaat. Maar ik wil niet miljonair worden. Je wilde vroeger wel miljonair worden? Ik wil niet miljonair worden. Maar vroeger wel? Nee, ook niet. Ook niet? Je wilt gewoon leuk? Gewoon... Ja. Okay. Ik wil wel. Kijk, ik kan wel. Ja. Ja. 1 miljoen. 1 miljoen, ja. Ook goed, ja toch? Ja, 1 miljoen is... Geen mortje in 1 miljoen. Let's go. Nee, 1 miljoen is goed. Ja. Kijk, als je 1 miljoen krijgt... Ik weet, al jaren had ik dat. De eerste, ik ga een heleboel fabrika bouwen op Curaçao. Ja. Geef de mensen werk. Een heleboel fabrika op Suriname. Geef de mensen werk. Dus fabrika van pampers, melk, wasverzakte dingen die dagelijks... Zijn we door? Voor geef die mensen werk. Zijn we door? Ik heb alle dingen zitten in mij nu. En ik wou, als ik miljonair werd, dat een heleboel festivals gezet. Gratis drinken, entree, alles voor iedereen. Ja. Voor die fans te bedanken. Ja. Want die geldt in december niet. Ik hou echt van jou, man. Je bent echt... Ik wou nooit meer in lijn worden. Ik ga nog steeds in de bel met de ghetto. Groeten iedereen. Ik ga overal. Zijn we door? Ja. Ik wil ook zo blijven. Snap je? Ja. Gewoon mezelf. Snap je? Ja, ik vind het inspirerend. Daarom zeg ik, het is belangrijk om dus dingen ook uit te spreken wat je wil. Snap je? En als ik kan helpen, wat voor manier dan ook. Ik was altijd voorzien. Nog steeds voorzien en dingen zo. Ik heb een paar troefkaarten achter de rug. Ja. Kijk, net als die 100 liedjes in 30 minuten. Ja. Dat is 1 troefkaart. Maar ik heb nog 2, 3. Die vroeger deed ik het met platen. Maar nog steeds had ik het niet gedaan. Dat mensen kunnen zien. Ja. Want die mensen pakken alles snel. Begrijp je wat dat is? Dus ik heb nog 2. Wanneer uit, dan zeg ik ja. Ja, man. Tijdens mixen bedoel ik. Ja. Snap je? Ik vind het zo, ja, is inspiring. Kijk, maar is de kleine Moortje blij met waar de grote Moortje nu is? Zeg maar, de kleine Anthony in jou, is hij blij en trots op Moortje nu? Ja. Ja, ik ben wel blij. Ik ben wel blij. Toevallig, van de week had ik mijn moeder dat gezegd. Kijk, vroeger... Die baantjes... Ik begin te kopiëren. Voordat je gaat draaien parkeren, omdraaien, die bandje parkeren voor mij. Jij ging dus 100 bandjes gewoon achter elkaar opnemen? Ja. Dus die bandjes ging je kopen? Ja. En dan ging je gewoon het allemaal... Het was een business nog. Kijk, die bandjes kocht ik 500. Die Maxwell goud. Ja. Snap je? En toen verkocht ik zo 25 gulden. Antilliaanse gulden. Maar toen, heel veel mensen begonnen over 15. Toen haal ik die goedkope bandjes. Ja. Snap je? Maar die dure bandje moet je 25 betalen toen. Heb je al die bandjes nog? Kijk, ik heb allemaal nog, maar er mis een heleboel. Dus laten we zeggen, ik heb bandje 1 en 2 en ik mis 3. Dan heb ik 4 en 5 zet, dan mis ik 10. Zo, snap je? Maar ik balen, ik had het moeten meenemen. Oh ja. Die bandjes. Ik wil een paar van je kopiëren, man. Ik wil ze ook bewaren, man. Geen probleem. Ik wil vet. Ja, geen ga je bandjes geven, ja. Geen probleem. Jij hebt een goede locatie. Jij kijkt wanneer je weet al over die draaien. Ja. Zijn we door? Hoe langer je draait, hoe beter. Want volgend jaar, we moeten dat even goed neerzetten en promoten. Want volgend jaar, ja, 2025. Ja, word ik 50 jaar dat ik draai. Wauw. Ja, ik ben sinds mijn 12 begonnen. Volgend jaar word je ook 62. Ja. Omdat, kijk nog, vorig jaar had ik een grap gemaakt, maar iedereen heeft in die grap gevallen. Kijk, ik was jarig, ik had geschreven, eindelijk Abraham. En met 3 poppetje lag. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik weet, heel veel mensen weten het wel, maar een heleboel weten het niet. Ja. Dus
iedere keer voelde me schuldig, omdat ik geef iedereen die antwoord, toch? Feliciteer, ik geef antwoord. Sommigen zeggen, feliciteer met je 50e verjaardag. Dus als ze zeggen dat, voel je me schuldig. Maar het was gekeken. Maar ik had gezegd, dit jaar wel, zeg ik gewoon. Ja, vanaf nu weten ze alle. 50 jaar draaien. En wat ga je nee, dus... Nee, maar altijd was het zo. Kijk, ik ben jaren 40 gebleven. Of 30 eerst. Ja. Jaren blijf je 30 gebleven. Want toen ik 40 was, was ik ook 30. Ik zeg iedereen 30, ze geloven, want ik zie als 30 uit. Ja. Ik zie niet eens al 50 uit. Ja. Freshness, man. Freshness. Ja, dus daarom, al die jaren, ik zeg nooit niemand mijn leeftijd. Ja. Altijd zeg ik 10 jaar jonger. Altijd. Ja. Dus eigenlijk ben je 72. Ja, talk. En je hebt hier wat platen mee. Wat is het verhaal achter dit dan? Ja. Vooral achter die plaat. Ja. Kijk, deze plaat is die... Zullen we die mic hoor? Ja. Deze plaat... Oh ja, laat ik je zeggen. Ja. Nee, deze plaat is die eerste plaat... Toen met die Bobble uitkwam. Deze twee platen. Ja. Deze is die van Chakadimas en Pliers. Met de Shiroad, Bam Bam. Alles zit erop. En dit is met deze maakte je de Speedy Bobbling. Ja. Ja, al 5 jaar toeren. Wat was de eerste plaat waar je Speedy Bobbling mee maakte? Was dat Shaggy Demon's Pliers? Nee, de eerste was Trillenlood. Trillenlood en Middish Road. Oké. Okay. Ja, maar die Trillenlood instrumentaal en die Middish Road ook instrumentaal. En daarna had ik die Middish Road. Dat was de eerste. Ja, man. Ja, Shaggy Demon, deze is... Tweede Lord. Dus dit was de. Er is kwam met. Ja, man, dit is de. Class is 91 kwam deze uit, ja. Ja. En deze heb je toen. Ja, deze is de Money. Staat ook erop. Bubbling Queen. Oh, dit is hem, Die laatste is een Smurf. Deze, die Glamour Murphy. Ja. Dat is die Bobbelin. Ja? Sister Smurf, toch? Oh, vet. Ja. Sister Smurf zelf is... die andere is overleden. Sister Smurf is wel... Simple Simon en Sister Smurf bij de Bobbelin Queen. Ja. Ik is ook van die Bobbelin video zo. Deze is die Skitteranse. Deze kwam later, maar deze werd hit. Die tenet. Ja, man. Nee, maar zoals ik al zei, we kunnen een feestje bouwen een keertje. Maar dan met die 200. Ja. Liedje dat ik al zei, het is 200, alleen maar momentum. Ja. Maar daarvoor kan ik wel opwarmen een uur lang met Bobbeling. Ja. Gewoon, snap je? Ik heb sowieso... Kijk, aan de kant, voor mij maakt het niet uit. Ik kan ook s'nachts komen het doen. Ja. Twee uur s'nachts kan ik het doen. Stel voor hier is, stil niemand is er. Dan kom ik met de speaker, dan blazen we. Ja. Legendary, man. Ik vind het echt vet, man. Ik hou van muziek, nou. Daarom, snap je? Ik hou echt van muziek. En als mensen je nu willen boeken, hoe kunnen ze je boeken dan? Boeken is sowieso via mijn manager. Of moeten ze via Insta. Laten ze toevoegen. Via Instagram, ja. Ja, laten ze toevoegen. Ja. Die Insta, DJ Mocha. En luister, man, het is een legend. Hè? Dus als je die man op je face wil hebben. Je weet toch? Ga die man checken. Het is een legend. Het is belangrijk, man, om dit soort dingen echt... ik vind het vet, man. Ik weet gewoon, deze conversations gaan gewoon in de geschiedenis boeken. Ja, want kijk, vroeger kon je alles alleen doen. Maar tegenwoordig moet je samenwerken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Samenwerken ben je sterker ook in alle toestanden. Ja. Begrijp je? Ja. En dat vergeet sommige mensen ook. En sommige mensen ook vergeten dat je merkt ook bij artiesten. Maar sorry artiesten, maar het is gewoon de real talk. Je merkt wel dat, kijk nou, ze kunnen je helpen, maar ze helpen je niet. Snap je? Maar ze vergeten dat iemand heeft hun wel geholpen. Ja. Dat ze zo gingen. Ja. Begrijp je wat we doen? Ja. Je snapt die toren toch? Ja, was vaak zo, maar
De muziekindustrie is gewoon een hele gekke industrie. Ja, ik vind dat jammer. Ik vind dat echt jammer. Maar het is wel mogelijk. Ik vind dat... Oh ja, iets. Ik zei het ook dat ik ben altijd voorzien met Dennis. Toen met die boeken, ding, ding, ding. Ja. En Sokopé. Oké. Weet je wat mix ik nu? Daarom wil ik het nu zeggen, real talk. Ja. Weet je, Europapa? Ja. Oké, mix ik met boeken. Die mix jij met boeken? Ja, natuurlijk. En vet kon je ook. Ik wil hem horen, man. Waarom zeg ik het nu? Omdat ik weet dat ze gaan me horen het doen. Dan gaan ze het doen. En daarna, het is net als hun hadden verzonnen. Ja. Snap je? Ja, Europapa, ik mix ze met boeken. Ik mix ze met toin, 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 toin. Ja, man. Alle dingen doen. Ja, man. Ja, man. Met ding, ding, ding kan je ook mixen. Ja. Ja. Wauw. Ja. Ja, ja. Weet je... Is er een boek van jou? Is er een boek? Hebben mensen ooit een boek over jou geschreven? Nee. Die willen ook. Dan, ze moeten ook dan een boek. Nog alles verteld. Ja. Nog weer verteld. Zijn we er, want ja. Vroeger was ze lekker. Die lekkere tijd is eigenlijk over Markanti tijd. Ja. Markanti was voor Imperium. Markanti, Cash, Pasha. Ja. Snap je? Er waren die goede nog, tijden. De... Ja, er was nog een paar andere namen. Snap je? En hoe heet het? Hoe die andere tent in Den Haag? Voltage, toch? Ja. Hoe was dat in die tijd, Voltage? Nee, kijk, alles is begonnen bij Voltage. Bij ja? Vulcano. Het was eerst Vulcano. En toen werd het Voltage? Ja, toen werd het Voltage. Ah, oké. Okay. Ja, het was eerst Vulcano, toen werd het Voltage. Ah, en daar is alles begonnen. Daar is ook de bobbeling. Ja. Sound. Daar heb je ook alles. Ja, kijk. Ja, oké. Okay. Maar daar heb ik... iedereen laten leren kennen die ding. Maar die speedbobbeling had ik eerst bij Chic Amsterdam laten leren kennen. Dus bij Chic Amsterdam, daar heb je het als eerst gedraaid. Ja, die speedbobbeling. Ja, die Mickey Mouse. Ja, die Mickey Mouse. Je hebt daar laten horen. Ja. En wat heb je bij Voltage laten horen, bij Vulcano? Nee, bij Vulcano het is gewoon die normale bobbeling, die langzame bobbeling. Ja. En later, toen ik zag, ze houden van die beat, toen begon ik het... Geen omhoog gooien. Toen begon ik het bij Vulcano te draaien. Want eerst, kijk, we gaan eens zeggen, kijk, ik draai, weekend draai bij Amsterdam, dan ja. Draai ik die speedy. Ja. Donderdag draai ik bij Vulcano, ik draai die speedy niet. Daarna, de volgende weekend draai ik weer in Amsterdam, dan draai ik weer die speedy. Snap je? Dus ik had twee keer voorsprong. Ja. Met die speedy dan Vulcano. Wat zo, en later, ja. Bij die derde keer, dacht ik, nee, ik moet Vulcano ook laten dingen. Ja. Sorry. Vet, man. En oké, dus mensen gaan al die bobbelings nu checken, man. En luister je nog steeds naar Jamaican music? Naar muziek van daar? Wie vind je tof daar? Wie? Nee, kijk, ik luister nog steeds wel. Maar, wat kan ik zeggen? Kijk, als je gaat Jamaicaanse muziek downloaden, zo, dan word je gek. Ja. Het is net als je hip-hop gaat downloaden. Vroeger downloadde een heleboel van de hip-hop. No. Ik bedoel, want ik had de radio van Amerika, die ik luister. En je krijgt al die liedjes die op dat moment spelen. Ja. Oké, okay. En zo downloaden. Zo was ik up-to-date meer dan die collega's. Je checkt alles, ja man. Maar ja, al lang had ik dat niet gedaan. Ja. Maar als je Jamaicans of rap, je wordt gek, want er is te veel. Ja. Er is te veel, snap je? Ja, er is heel veel muziek. Ja, begrijp heel wat ik bedoel. En kijk, met de Jamaicaanse muziek is ook erg, want kijk, als je gaat, je moet een heleboel rhythms downloaden. Ja. En de rhythms, je moet al die rhythms gaan luisteren. No. Ja. Snap je? En de rhythms, ik luister diezelfde rhythm. Ja, die gaan ze weer leren. Ik diezelfde ritme luister ik 4-5 keren. Ja. Waarom? Want kijk, je haalt die goede eruit. Daarna ga je weer luisteren, dan haal je die moa eruit. Ja. Snap je? Daarna ga je weer luisteren en dan denk je, hey, die moa is toch een goeie. Snap je? Dus, ja, dan ga je spelen. Ja. Zo. Ja, man. Daarom is het veel werk. Ja. Door de weeks ben ik alleen maar aan het downloaden. Nog steeds, man. Ja, man. Ik vind het mooi dat die passie er nog steeds zit. Oh ja, jij moet ook naar buiten, toch? Ja.
Jawel, dadelijk. Mijn auto staat overgaan. Ik laat je een paar konje dingen horen. Oh, levels, man. Een paar moembatong, slash met bobbeling. Master. Ja. Je krijgt shisaho, na moembatong. Alles heb je na moembatong aan. Mamacita, na moembatong. Ja. Snap je? Levels, man. Je hoort het, man. Real talk. Ja, ja. Het moordje. Ik vind dat je gewoon nog een keer moet langskomen. Ik denk dat ik moet nog een keer langskomen. We gaan je vaker langs laten zeg komen. Ik zeg eerlijk, vorige keer had ik je ook gezegd. Dan zeg ik ook, want het is real talk. Hele week was ik fucking zenuwachtig om dat ik bij jou kom. Snap je? Fucking zenuwachtig was ik. En waarom gewoon zomaar? Snap je, broer? Gewoon zomaar. En dat heb ik altijd met interview. Daarom hou ik niet van interview. Snap je? En, maar ik ga toch met een laag gezicht, net als vorige keer. Doe het wijs, man. Je weet het. Ik zeg je eerlijk. Ja. Ik dacht, ik kan gewoon half uurtje leeg klaar. Zou ja, is het al bijna. Is het al, ja, bijna 5 uur. Is het al bijna 2 uurtjes zitten we al gewoon aan te praten. Snap je? Maar het is een compliment, dankjewel. En, jij ook bedankt. Snap je? Misschien was er nog meer dingen om te vertellen. Maar nu kan ik niet trainen, snap je? Maar, nee, maar gewoon die negatieve dingen, positieve dingen. Ik kwam eerst, ik wou alleen maar positieve dingen vertellen. Maar ja, jij zei het is real talk, dus ja. Dat moet je hebt op je hart, je moest eruit. En snap je? De blije ding is, je leeft. Ja. Kijk, één ding, kijk, het gaat niet om stoer, omdat ik mootje ben, want ik was nooit zo. Snap je bedoel? Kijk, het gaat erom, kijk, credit, ja, kan, maar ik ben niet zo gewoon. Maar het gaat erom, kijk, sommige collega's, no, je voelt dat ze jou haten. Snap je? Terwijl ik bedoel, ja, ik had niks gedaan. Snap je bedoel? Begrijp je bedoel? Ja. Snap je? Wij allemaal moeten samen zijn. Ja. Snap je? Samen leren jullie meer dan dingen zo. Snap je? Net als dubbel dribbel, het is als die speed bubbeling. Kijk, stel je voor, ik draai een plaat, je hoort Fernando. Ja. Toch? Oké, dan draai je dubbel dribbel en zo. Fernando. Ja. Fernando. Ja. Snap je? Ja. Dat is dribbel. Oké, dat had ik toen overzonnen. Weet je dat Pioneer heeft gezet op die mixer? Met een knop. Omdat laatst een collega kwam zoen door. Kijk, Mootje, ik kan het ook. Pak die knop zo. Ik zeg, ja, je moet het live doen. Snap je? Kijk, zodra die jongens komen stoer doen tegen mij, heb ik iets terug in te zeggen. Ja. Ik heb andere collega's, toffe collega's. Nooit komen ze stoer doen, we mogen elkaar. Maar zodra die jongens komen stoer doen, ik bedoel, ja, niet stoer doen tegen mij. No. Gewoon normaal, wij allemaal zijn mensen, begrijpen we dat? Ja. Snap je bedoel? Ik kan niks aan doen, dat God heeft me die don gegeven. Snap je bedoel? Ja, man. Real talk, man. Blessings. Stay healthy. Als ik iets voor je kan doen, let me know. Je bent altijd welkom. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Ja, je good? Ja, dan? Moordje, hij was zenuwachtig. Is niet meer zenuwachtig. Check het interview. Check het op Facebook. Hij gaat het ook delen. Iedereen deelt het. Het is een interview waarin hij ook zijn huid kon luchten. Waarin hij een beetje ons kon vertellen wie Moordje is. Hoe hij is opgegroeid. Hoe hij op het bobbeling idee en concept is gekomen. Hoe het verder met hem is gegaan. Dingen waar je al vraagtekens over had. En mocht je nog meer vragen hebben. Kijk, weet je, we kunnen uren blijven praten. Hij komt gewoon de volgende keer weer. Ja, natuurlijk. Dus laat de vragen in de comments. Reageer. Maar veel liefde, man. Weet je, het is, je moet de legends wel eren. Het is een man die veel betekend heeft voor de muziekindustrie. En ja, en wat, weet je, dan zie je al die andere artiesten die stukjes van de bobbeling gebruiken van jou. Voelt het een beetje alsof het jouw kindjes zijn? Dat je denkt van, hé. Oh, kijk. Weet je, dit was erg. Kijk, toen ik hot was. Kijk, ik alleen had die platen te eerst. Ik had geen concurrenten, boom. Ja. Weet je dat een paar mensen dachten dat ik had die dingen geproduceerd toen? Ja. Ik zeg nee, kijk, het is Baga Warriors, kijk, het is Shabarans, kijk, het is dit.
Ja, joh. Oh, wow. Zelf zo. Ja, draai je liedje. Ja, welke liedje? I'm Bubbling Queen. Oh, wow. Crazy. Draai je liedje. Draai de Punani. Ja. Ik had het niet geproduceerd. Ja. Snap je? Maar omdat ik het push en ik had dat het support, alleen ja. toen. Snap je? Ben je wel eens naar Jamaica geweest? Nee, maar ik moet wel gaan. Je moet naar Jamaica? Ik moet wel gaan. Ja. Ik moet wel gaan. En ik had gezegd, als ik ga, ja, dan is het wel een gekke huis. Ja. Snap je? Ik wil wat moet gaan. Kijk, moet... toen ik er zo woon, had ik bijna gegaan. Maar toen dacht ik, nee, laat ik eerst gelijk naar Nederland komen. Snap je? Ja. Maar ik moet wel gaan, ik moet wel gaan. Je moet gaan, man. Je hoort het hier, is een real talk met de one and only DJ Moortje. Ik zeg je, man. Volgend jaar 50-jarige jubileum. Stuur die man een tof bericht. Alleen maar liefde, man. This is what we do, ja, man. Alleen maar liefde. Weet je, we gaan de trailer ook online gooien. Vergeet niet, zeg maar, de social media linkjes hieronder te volgen. Als je sowieso als eerste up-to-date wil zijn wat betreft de podcast. Moortje was hier, man. Ik hoop dat je het tof vond. Ja, thank you, man. Ja, ik vond het goed, ja. Zeker weten. Real talk. Zeker weten. Je weet dat, zoals ik al zei, ik was zenuwachtig eerst. Maar zodra je weet, ik val in die vibe. Ja. Samen we dan. All real is, man. Nando Leaks, DJ Moortje, keep it hard, keep it banging. Let's go! Je weet.